Het is wel de meest bijzondere introductie die ik ooit heb gehad in de keren dat ik lezing heb gegeven. Nou, leuk dat u hier allemaal bent. Ik vind het ook heel leuk dat we aan u allemaal dit verhaal mogen vertellen over wat wij nou eigenlijk doen. Want als radiologen staan wij eigenlijk achter de schermen. Heel veel, ik heb vaker gehad van patiënten die zeggen, ja, dokter die en die, sure, je hebt zo'n goede diagnose gesteld. Ja, nee, die scan hebben wij gezien. Maar goed, zo gaat het. Het is wel mooi als wij een keer dat verhaal kunnen vertellen wat wij nou eigenlijk doen. Bij dit stukje gaat over de meeste beeldvorming in de algemene zin. En eigenlijk een beetje wat te vertellen wat wij eigenlijk doen. Wat is ons werk? Wat doen we met z'n allen? En ook hoe het werkt. Ik ga heel kort, ik probeer het kort te houden, te vertellen hoe de verschillende technieken werken en wat we ermee kunnen. Het is kort, over elk onderwerp zouden we gewoon wekenlang kunnen praten, bij wijze van spreken. En ik mag dit nu doen in een kwartier, dus dat wordt wel even gas geven. Wat doen wij om te beginnen? Nou, wij zijn de afdeling radiologie van het MST. En MST heeft locaties in Haaksbergen en Oldenzaal en Enschede. En op al die locaties, al die drie locaties, hebben wij ook als radiologie doen een aantal dingen. In Oldenzaal doen we röntgenfoto's maken en we doen echo's. En daar is ook echt de mammopoli, dus waar het gaat over het borstkankeronderzoek. In Haaksbergen hebben we ook een röntgenafdeling, worden foto's gemaakt en dan doen we ook echo's. En eigenlijk het grootste deel van het werk, de meeste onderzoeken, doen we hier in Enschede. In Enschede doen we dus ook röntgenfoto's, dat is toch het grootste deel van ons werk. CT-scans maken, we doen echo's en MRI-scans. Hier gebeuren ook de nucleaire onderzoeken. De interventies waar Emil dadelijk over gaat vertellen, worden hier gedaan. En ook de DEXA's, en DEXA's een techniek voor botmeting, botdichtheidmeting, daar ga ik nog niet verder op in vandaag. En het lijkt alsof wij op één afdeling zitten, maar eigenlijk zijn we een soort spin in het web in het ziekenhuis. We hebben onze eigen afdeling, waar de meeste grote apparaten staan, maar het is niet de enige plek waar we werken. We hebben echt in elk deel van het ziekenhuis komen wij om onderzoek te doen of te helpen bij het doen van onderzoeken. Of te helpen bij de behandeling. Het hart- en vaatcentrum, waar we ook de interventies doen, daar zit waar Emil over verteld. Op de operatiekamers zijn onze laboranten met röntgenapparatuur om te helpen doorlichten tijdens operaties. We helpen ook bij het behandelen van bepaalde leveraandoeningen, zijn wij erbij en we ondersteunen soms orthopeden bij het behandelen van kinderen. De spoedeisende hulp, nou, dat is ook, dus we hebben ook een CT-scanner staan en een röntgenfoto. We zijn ook met echo, mensen die met spoed binnengebracht worden in het ziekenhuis, krijgen we ons alle zorg 24 uur per dag. En het diagnostisch centrum, dat is voor patiënten die via de huisarts komen, hebben we een aparte plek gemaakt, zodat mensen niet door het hele ziekenhuis heen hoeven, maar via aan de zijkant van het ziekenhuis, wel dicht bij het ziekenhuis, makkelijk terecht kunnen, dat ze niet duurder in het ziekenhuis zijn, maar sneller in, sneller uit voor die ene foto. Dus op die manier proberen wij altijd de service aan onze patiënten zo goed mogelijk, van zo goed mogelijk kwaliteit, medisch inhoudelijke kwaliteit, maar ook qua service en snelheid zo goed mogelijk te houden. Wie zijn wij en wat doen we dan? We hebben het hier over 200.000 onderzoeken per jaar, ongeveer wat we doen. Dat betekent dat we ongeveer 600 patiënten per dag zien. Het gaat natuurlijk door de week is het meer dan in de weekenden. Maar we zijn echt 24 uur per dag, 7 dagen in de week in touw en deels aanwezig om alle zorg die nodig is op dat moment ook te kunnen leveren. We hebben een afdeling met in totaal meer dan 160 medewerkers. En wat zijn dat? Het zijn laboranten, maar dat is ook administratief personeel. We hebben gespecialiseerde laboranten, we hebben echolaboranten, we hebben CT-laboranten, we hebben MRI-laboranten. We hebben artsassistenten, want we leiden ook echt radiologen op. En er zijn natuurlijk ook een heel aantal radiologen, zoals ik. Nou, en nu, dat is een stukje wat we doen. Eigenlijk wil ik nu de vier belangrijkste technieken waar het meeste onderzoek in plaatsvindt aan u gaan uitleggen en laten zien wat je ermee kan. En ook wat voorbeelden erbij geven. En dat zijn de röntgenfoto, de echo, de CT-scan en, zoals Daniel zei, de MRI-scan. Daar word ik altijd heel vrolijk van. Dus moet ik altijd oppassen dat ik daar niet te veel over vertel. De röntgenfoto. Nou, dat is eigenlijk juist ons vak mee begonnen. Dus een goede 100 jaar geleden heeft de heer Röntgen inderdaad voor de eerste foto gemaakt. Dit zijn een van de eerste foto's, ik meen, van de hand van zijn vrouw. En als je dan kijkt in meer dan 100 jaar later, is die basistechniek is nog steeds het grootste deel van het werk dat we doen. De techniek is wat veranderd, maar het apparaat zoals u daar links op de foto ziet, ziet nog steeds wat, ja, het is wel wat hoekig en robuust uit. Maar de techniek daarachter is wel een stuk verbeterd. We zijn veel beter geworden met die röntgenstralen, maar de basis is nog steeds hetzelfde als meer dan 100 jaar geleden. Nou, hoe werkt dat? Je hebt een soort lamp, daar komt de röntgenstralen uit. De röntgenstralen gaan door de patiënt heen en die komen dan terecht op een speciale plaat die voelt hoeveel, het kan meten hoeveel röntgenstralen er per heel klein plekje ontvangen worden. Dat die hoeveel stralen er doorkomen, dat wordt bepaald door het soort weefsel wat tussen de bron, de lamp en de plaat staat. Oftewel, dat is de mens.
En de mens bestaat uit verschillende soorten weefsel. Als je het heel kort door de bocht zegt, heeft een patiënt bestaat uit lucht, zit in de longen, bestaat uit botten, dat weet je allemaal, en dan hebben we nog vet, dat wisselt een beetje in hoeveelheid, en dan heb je nog iets wat we een beetje waterachtig noemen, dat zijn dan de organen. Dat zijn de vier hoofdgroepen van weefsel, en elk van die soorten weefsel vangt een bepaalde hoeveelheid van die röntgenstralen op. Nou, dus we weten hoeveel we uitzenden, en je weet hoeveel er aan het eind terecht komt. Dan krijg je een soort negatief van de mens als plaatje. Dat ziet er dan bijvoorbeeld bij een mondfoto zo uit. Nu zijn we die verschillen wel mooi te zien. Je ziet het zwarte, dat zijn de longen. Er zit veel lucht in, er staat veel stralen doorheen. Dat wordt zwart. En daar waar het witter is, dus het hart en de botten, dat betekent dat er meer stralen tegengehouden worden. Ja, als je één foto maakt, zoals ik zei, het plaatje wat je net zag, je hebt hier de lamp, hier staat de patiënt, en je hebt één plaat, dat betekent dat je alles over elkaar heen plakt, als het ware. Als je naar één kant kijkt, weet je niet echt genoeg. Dus we maken bijna altijd wel foto's in twee richtingen. Dus dat je van twee kanten kan kijken, hoe ziet het eruit? Je hebt een beetje het gevoel van, nou, het zit ongeveer daar, waarschijnlijk. En dan kan je ook kijken of het echt is of niet. Dat is een beetje heel simpel de uitgelegde de manier van röntgenfoto's. Nou, wat zijn de voordelen van röntgenfoto's? We hebben het heel veel beschikbaar. Het is goedkoop. We hebben het over 1, 2, 3 tientjes voor een röntgenfoto. Het is supersnel, want het is echt je gaat staan en de foto is gemaakt. Dus het is een techniek die we heel snel kunnen toepassen. Je kan er ontzettend veel op zien. Het detail is heel mooi. Je kunt hele kleine gedetailleerde stukjes van een bot kan je bekijken. En dat maakt dat het een heel geschikte techniek is om heel veel mee te doen. Een soort basistechniek. Nadeel is dat het werkt met röntgenstralen. Daar gaat Elise namelijk nog goed op in. Wat nou het effect van stralen is. Of het nou echt zo schadelijk is. Nou, in algemene zin is het zo. Als het nodig is om een foto te maken. Zijn de risico's wegen ruimschoots op tegen de winst die je hebt. Dus de risico is heel minimaal. Dus een röntgenfoto maken is eigenlijk nooit een probleem. Wat is ook een nadeel? Het is een 2D-techniek. Maar ik al zei, je maakt van één kant, je plakt alles als het ware op elkaar. Dus daarom kan het zo zijn dat je bepaalde dingen niet ziet. En het kan ook zijn dat er dingen samen op één plek terechtkomen. Het lijkt alsof iets is wat er niet echt is. Dat is een nadeel ervan. Dat noemen ze ook overprojectie, als iets lijkt alsof het een echte afwijking is, maar toch een soort combinatie is van dingen die normaal zijn. En het lastige is, en dat is misschien ook wel te zien op de foto daarnet, je kan niet echt een onderscheid maken tussen weke delen structuur. En weke delen, daar bedoel ik mee, en een soort orgaan, als wat een spier of een lever of een nier. Dat ziet er allemaal op een röntgenfoto een beetje vergelijkbaar uit. Ze zijn niet heel gevoelig in om daar onderscheid in te maken. Goed, maar waar gebruik ik het dan voor? Nou, als het gaat om botten, die botdichtheid, natuurlijk maakt het om breuken te bekijken. Dat doen we heel vaak. De lucht gaat om de longen. En als je water en vet neemt, nou, dat doen we vooral bij foto's van de borst, dus mammografieën. Daar waren we later op de avond nog over gaan vertellen. En ik wil eigenlijk een aantal voorbeelden laten zien. Ik laat deze vast zien. En dan mag u zeggen of de afwijking handen omhoog, als de afwijking links zit. Links in, doen we in dit geval links in het plaatje. Om het even om uit te leggen, wij kijken altijd naar de andere kant van de patiënt. Links in beeld, dus aan deze kant, is de rechterkant van de patiënt. Dus je kijkt of daarin. Dus waar is de afwijking links? Waar is de afwijking rechts? Deze kant, ja. Wat opvalt, is dat deze kant van de foto veel zwarter is dan deze kant. Dat betekent dat hier veel meer lucht zit dan aan deze kant. Nou, in longen zit lucht, dat hoort ook zo, maar er zit ook bloedvaten, dat is ook de bronchie, de luchtpijpjes. En wat hier gebeurt is, deze meneer heeft een klapwond. Wat er gebeurt is, de linkerwond is helemaal ingeklapt. En de hele longholte, de borstholte aan de linkerkant, is gevuld met lucht. Dus juist vaak nu, het is hier te zwart aan één kant en dat is de afwijking. Twee foto's. We beginnen met de handfoto. Dit is typisch, zien we dit vaak in een weekend. Dit is iemand die dan zogenaamd tegen een kast heeft geslagen. Vaak is dat een kast van een vent in de kroeg. Wat te zien is, uiteindelijk als je kijkt, hier bij de pink, zie je dat het botbalkjes en dat de hand van het bot een beetje is onregelmatig. Dat is een breuk. Ja. En dit is, als het glad is, zien we het vaker. We hebben mensen die vallen, dat oudere mensen toch wat gekwetsbaarder zijn als het gaat om de heupen. Dit is een breuk van de heup. Maar wat ook veel voor doen is niet in de acute situatie, maar juist om mensen te vervolgen. Dit is iemand met dat zijn twee knieën van dezelfde persoon. Aan de rechterkant zit een knieprothese. Nou, dan kunnen we heel goed kijken of die nog goed staat. Of er zet aan is en dat soort dingen. Dus die worden op die manier vervolgen die vaak. Volgende punt.
echo. Nou, een echo kent eigenlijk tegenwoordig iedereen van de zwangerschapsecho's. Dat doen wij dus niet. Maar de techniek van de echo gebruiken we wel. Die gebruiken we heel veel voor andere dingen dan dingen. En dat is echt een prachtige techniek. Echo werkt met, zoals ik al zeg, met geluidsgolven. En het principe is dat sommige bepaalde weefsels hebben allemaal bepaalde mate waarin ze geluid doorlaten en terugkaatsen. Nou, we zenden geluid uit met een speciaal dingetje, dat is een transducer heet dat. En die ontvangt ook het geluid weer terug. Nou, de manier waarop dat weer kaats wordt, daar kan hij op basis van daarom kan hij berekenen wat voor soort weefsel erachter zit. Dat is een beetje globaal hoe het werkt. En juist de echo is heel mooi in aanvulling met de röntgentechniek, omdat je daar juist heel erg goed naar weerbeelden kan kijken. Juist naar organen kan je heel mooi kijken, naar spieren, naar dat soort dingen. Maar bot en lucht, dat weer kaatst alle geluidsgolven, dus daar zien we helemaal niks van. Dus juist de echo is echt een hele mooie techniek om juist naar weerbeelden te kijken. Het heeft een mooi contrast. Heeft nog veel meer voordelen. Het is ook een relatief goedkoop onderzoek. Het gaat om iets meer dan 80, 90 euro of zo. Het is heel snel. We doen het ook 24 uur per dag als het nodig is. Als iemand echt s'nachts of hier het weekend binnenkomt met een echt hele heftige buikklachten. En als het echt verdacht is voor iets wat gelijk geopereerd moet worden, dan is het vaak zo te kijken met de echo. Je kan ook heel veel detail op zien. Zeker in spieren en pezen kan je fantastisch mooie beelden krijgen. En het is heel goed wat ik net al zei voor het afbeelden van organen. En wat zo leuk is van de echo. En u kunt daar ook gaan kijken in de pauze. Tegen onze goede collaborant zijn ook naar aanwezig om te laten zien. Het mooie is, je bent real-time bezig. Het is voor ons het deel waar we echt de patiënt zien. Dat is een heel mooi stuk. Maar als je komt met buikpijn en zegt, ja, dokter, ik heb hier pijn. Kunnen wij precies op die plek gewoon goed kijken, goed zoeken wat er dan precies is. En kunnen we kijken of daar iets aan de hand is. Dus daarom is een heel directe relatie tussen de klachten van de patiënt en wat wij in beeld vastleggen. Je kan er veel meer mee. Je kan er onder andere ook meekijken naar de stroomsnelheid van bloed. En wat ook mooi is, er komt daar ook een plaatje van. Als u iets heeft in het lichaam, misschien ergens wel, en er moet uit die plek wat weefsel gehaald worden om te kijken wat het is. Dan kunnen we precies kijken met de echo om die naald precies op de goede plek brengen om een stukje weefsel te nemen. Of ook, we kunnen ook medicijnen inspuiten op precies die plek. Heeft het nadelen? Ja, helaas, elke techniek heeft nadelen. En een van de nadelen van echo is, het onderzoek is zo goed als degene die het onderzoek doet. Echo is nou echt een onderzoek waar je heel veel ervaring moet hebben. Dat is de reden dat wij speciaal echolabanden hebben, die leiden we ook echt speciaal op. En dat duurt echt jaren om te zeggen, nou, jullie zijn nu goed genoeg om alle patiënten te zien. Het is echt een vlak apart. Dus het is echt een gespecialiseerd centrum, zijn we erin. Het is ook afhankelijk van de patiënt. Als de patiënt iets meer volume krijgt, dus op het moment dat je meer patiënten krijgt, is de echo net wat minder gevoelig. Die geluidsgolven die hebben maar een bepaalde diepte waarin ze door kunnen krijgen. Dus dat is een beperking. En iemand die heel onrustig is, die heel veel beweegt, wordt echo ook wat lastiger om goed te doen. En een ander nadeel is, echo is echt een onderzoek wat je doet in real time. Je kijkt, je beweegt, je drukt, je doet alles. En ergens moet je iets vastleggen en dan maak je een plaatje. En in feite is dat plaatje kan eruit zien dat er ontzettend erg iets ergs aan de hand is, maar dat komt er niet overheen met wat je eigenlijk hebt gezien bij het onderzoek. Dus het verschil tussen het onderzoek doen en het beeld wat je daarmee opslaat, er zit nog wel eens een gat tussen. Het is anders, waar doen we het dan voor? Ik heb het eigenlijk een beetje verklapt. Het gaat echt om het water van vet. Het gaat om organen in de buik. Het gaat om spieren. Het gaat om deze gewrichten. Bij de borst doen we het. Dat kan later terug. En ook in de hals kan het heel mooi zijn. Ja, dit is een voorbeeld van een patiënt die komt. Een jong iemand in het weekend of overdag met pijn in de buik. Vorige keer hier zijn ze een beetje misselijk. En is de vraag, is het een blinde darmontsteking? Dit is het beeld van een blinde darmontsteking. Wat u ziet, deze borst, dat is de blinde darm. Met de verschillende laagjes. Normaal gesproken is een blinde darm maar 2, 3, 4 mm dik. Hier is hij tot 8, 9 of 10 mm dik. Het gaat nog steeds maar om zo'n worstje. Het is nog steeds heel klein. Het is nu natuurlijk op groot scherm uitgegroot, maar je ziet het wel in veel detail. En het mooie wat te zien is, hij is niet alleen verdikt, maar je kent het misschien wel als je een puistje heeft. Dan zie je, je krijgt vaak zo'n harde plek eromheen. Ja, dat krijg je in de buik ook. Bij deze, als wij dan kijken met de echo en we drukken erop, dan zien we dat het weefsel niet meegeeft, maar dat als een blok op en neer gaat. En de patiënt geeft precies op die plek pijn aan. Dus op die manier kunnen wij heel betrouwbaar zeggen dat die blinde darm ontstoken is. Een ander voorbeeld. Dit is een nier. Misschien herkent u de vorm, misschien nog niet. Het is zo'n soort koffieboomvorm. En in het midden van de nier zit, komt de urine uit. Het gaat vanuit de nier dan naar de blaas toe. Het zwarte wat u ziet, dat is allemaal vocht. Zwart is water bij de echo. Bij deze patiënt heeft een niersteen aanval ook. En je ziet dat die steen helemaal de urine
doorstroom belemmerd. Die houdt het helemaal tegen. Dus het hele nierbekken, dat blaast op. Dat kunnen we met echo echt heel mooi zien. Een ander voorbeeld is een sporter. En die heeft een klapje gevoeld en sindsdien heel veel pijn. Nou, wat u ziet, misschien dit is een spier waar we nu naar kijken. En degenen die niet vegetarisch zijn, herkennen de vezels van een biefstukje. Dat zie je eigenlijk ook terug in de mens. Dat is ook nog een spier. Ziet u die streepjes? Dat is een beetje de vezelstructuur van een spier. En wat u dan hier ziet, ik zat al een pijl erbij, dus ik hoef niet per se aan te wijzen, is een donkere plek, dat is weer vocht. Dus aan die plek zijn die vezels zijn kapot gescheurd, van de pees afgescheurd. Dus echt een spierscheur in een kuit. Dus op die manier hebben we heel veel detail, kun je heel gericht kijken. Heel vaak weet je, is dit op deze echt niet te doen, want is het op basis van het verhaal wel duidelijk. Maar soms, als het niet overgaat, kun je toch nog weten wat er aan de hand is. En we kunnen ook heel mooi kijken naar de bloeddoorstroming in bloedvaten. In slagaders, maar ook in aders, zoals het gaat om een trombosebeen. Dus stel ik die diagnose bijna altijd met echo. Wat ik net al zei, het prikken, het linker voorbeeld, er zit een stukje kalk in de schouder, in de pezen van de schouder. En terwijl we kijken met echo, prikken we daarin. En dan gaan we met pijnstillers, roeistof, spoelen die kalk weg, zoveel mogelijk. Dus dan geven we ook pijnstillers en ontstekingsremmers in de slijmbeurs. En je merkt vaak als we dat doen, misschien heeft een van u of iemand die in de familie dat wel eens gehad. Als je die mensen die komen van tevoren binnen, kunnen die schouder niet bewegen. En als het goed gaat, dan zien die mensen van, dat hebben we al een tijd niet gehad. Ik wil niet zeggen dat het gelijk zo blijft, maar het heeft wel echt gelijk effect. En een ander voorbeeld is inderdaad een gezwel waar we met echo in prikken. Die witte streep die u ziet, dat is de naald. Dus je weet als je dit ziet, dat hij precies uit de goede plek een stukje vezels hebben genomen. Dat over echo. Dan de CT-scanner. Ook een mooi apparaat. We komen steeds dichter bij de MRI. Dus het gaat de goede kant op, wordt ook steeds complexer. Wat u nu ziet. CT is ook een röntgentechniek, dat helpt met een röntgenkluis. Maar het grote verschil tussen een gewone röntgenfoto en een CT is dat je niet met één lampje werkt en één grote plaat waar de patiënt tussen gaat. Maar je werkt eigenlijk met zo'n lampje, zo'n bron. En aan de onderkant en de overkant daarvan heb je een hele rij kleine plaatjes. En niet één rij, maar een heleboel rijen naast elkaar. En dat draait als een razendsnelle om de patiënt heen. En die patiënt die beweegt dan, terwijl hij dat doet, terwijl die scan draait, beweegt de patiënt er doorheen. Dus je krijgt een soort spiraal, en wordt ook vaak een spiraalscan genoemd. Van het lichaam. We krijgen dus heel veel stukjes weefsel, hele kleine blokjes, maakt die als het ware van het lichaam. En wat zie je dan? Dit is bijvoorbeeld een scan van een long. Normaal long. Je ziet heel veel detail van de vaatjes in de longen. Je ziet de luchtpijpen, je ziet het hart in het midden opkomen. Al het zwart van al die streepjes in de longen en alle vaatjes. En in het midden is de grote lichaamsslagader en het hart, waar dadelijk Matthijs ook door zal vertellen. Dus je ziet heel veel informatie. En zo'n scan duurt echt een paar seconden. Zegt het gedaan voor je het weet. Nou, wat is het voordeel van een CT? Het is supersnel. En je ziet een prachtig 3D-beeld. Je kan alle kanten doen. We doen dit ook. We hebben op de eerste hulp staan. Die echt mensen die echt een zwaar ongeluk hebben. Die scannen we bijna allemaal. Dus heel snel heeft de chirurg heel veel informatie wat er nou allemaal aan de hand is met de patiënt. Wat ze moeten opereren of niet. Gaat goed voor de organen. Dat is mooi. Je kan er redelijk goed hersenen beoordelen. Prachtig plaatje maken van de botten. En wat ik al zei, het is echt een 3D. Je kan alle kanten kan je er omheen draaien. Je krijgt heel veel meer informatie dan een röntgenfoto. Nadeel, ja, het is een röntgentechniek, dus je geeft stralen. Maar we hebben toen we gingen verhuizen en dus hier in het nieuwe ziekenhuis terechtkwamen, hebben we twee nieuwe scanners gekocht. Er zit een speciale, het heet dan beeldreconstructor bij, waar we echt heel erg goed de hoeveelheid stralen die we nodig hebben om een mooi plaatje te kunnen krijgen, kunnen terugbrengen. Dus we zitten echt, elke dag zijn we bezig om te kijken of we die stralen zo laag mogelijk kunnen houden. Nou, het is, we geven contrastvloeistof om de organen beter te zien. Dat kan schadelijk zijn voor de nieren, maar dat blijkt in de praktijk heel erg mee te vallen. En die grenzen, die regels zijn in de afgelopen maand ook een stuk versoepeld. Dus we kunnen bijna bij iedereen, gewoon zonder dat het echt schade heeft, die contrastvloeistof toedienen. Nou is dat je wel echt heel veel plaatjes te zien krijgt. Als je alles van de patiënt kent, gaat het met meer dan 1000 plaatjes als nieuw passen. Dus dat moeten we allemaal verwerken. Dus dat kost wel wat, kost wel tijd. En het onweefsel onderscheidend vermogen is goed van CT, zeker als je contrast geeft. Maar het is nog niet perfect. Nou, waar gebruik ik het voor? Weer hetzelfde als bij de röntgenfoto voor breuken, voor de longen. Goed naar de organen kijken en ook prachtig naar de bloedvaten. Nou, bijvoorbeeld, is een patiënt typisch die gevallen is, een ongeluk heeft gehad. Al het witte, in dit geval, is bloed. Dus een patiënt met een hele ernstige bloeding in de hersenen. Ja, je ziet ook, dit is zo'n kamer waar wat hersenvocht in zit. Dit is normaal gesproken, zet dit in het midden van het hoofd. Dus dit is zo erg dat er ook echt flinke druk is op die hersenen. Dit is een mooie bewerking, het ziet er chic uit. Dit is een patiënt met echt een flink pijnlijke en complexe enkelfractuur.
Dit soort bewerking doen we eigenlijk voor de chirurg. Daar krijgen zij een beetje een 3D, een beeld van, hey, waar staan al die botonderdeeltjes nou? En wij zelf kijken vaak gewoon naar de ruwe data, gewoon naar de plaatjes, want wij vertalen het in ons hoofd naar hoe het zit. Maar voor een chirurg van de orthopeed kan het heel behulpzaam zijn om precies te weten, wacht even, dan moet dus die schroef, dat botfragment moet die kant op kantelen en dan moet die schroef zo plaatsen. Ook gebruik het bij opsporen van kanker en ook het kijken hoe uitgebreid kanker is. Dit is weer zo'n plaatje van de long, CT, één beeld. Dan zie je die grote witte vlek hier in de long. Dit is longkanker. Maar op deze manier, deze scan, dan doen we iets met instellingen, kunnen we ook heel goed kijken of er klieren zijn of wat er uitzaaien zijn in de buurt. Dus ook voor bij iedereen die in aanmerking komt, of in aanraking komt met kanker, krijgt uiteindelijk zo'n scan. En we kunnen nog veel meer. We kunnen, als je kijkt op contrast, komt in de nieren terecht. Wat ik net liet zien op de echo, zo'n uitgezet webkelksysteem, het linkerplaatje, is het plaatje waar het contrast allemaal erin terecht komt. We kunnen prachtig kijken hoe dat hele verzamelsysteem, die nierbekken en de urineleiders eruit zien. En hier daarnaast nog één plaatje wat ik kan laten zien, dat is hoe we echt met computerbewerkingen nog een keer kijken naar de CT. Dit zijn patiënten, die noemen een virtuele colonoscopie. Normaal gesproken, als je iets in de darm hebt, dan kom je bij de MDL-arts en die gaat met zo'n scope de darm in om op zoek te gaan te kijken wat aan de binnenkant van de darm zit. Met deze techniek maak ik een scan en met computertechnieken kunnen we helemaal de darm aan de binnenkant bekijken alsof je met zo'n scope erheen gaat. Dus je ziet hier een blauw bolletje, heeft de computer overigens, helpt ons daarbij, die maakt een soort poliepje, heeft hij gemarkeerd van hier, daar zit wat. Dus op die manier kunnen we met de scan eigenlijk voor een deel hetzelfde doen, in ieder geval kijken of de MDL-arts, de maat- en levenarts, echt nog de darm in moet gaan. Eindelijk, bij Marie. Ja, mag ik. Hoe lang heb ik nog daar? Zit er nog op schema? Ja, we zitten iets over schema. Zit er al iets over schema? Oké, dan ga ik dit toch snel doen. MRI werkt met een hele sterke magneet. Het is zo sterk dat een poetsapparaat, een groenpoets, gewoon echt van een paar meter af het apparaat en vliegt. Dat is echt een hele sterke magneet en het werkt met radiogolven. Nou, dat is de meest korte samenvatting. Als mens wordt je patiënt in de MRI geschoven en dan gaan je waterstofatomen gaan zich richten aan het magneetveld. En door daar een ontzettende klap van de radiogolf tegenaan te geven, gaan die protonen die richten zich weer anders en die gaan een soort signaal uitzenden. Nou, zo'n apparaat bestaat uit hele sterke magneten en ook uit heel veel antennes. Met die antennes kunnen we dan dat radiosignaal weer opvangen en met een heleboel hele complexe berekeningen kunnen we daar dan weer beelden van maken. Nou, wat ik zo mooi vind in een apparaat, je kan het op allerlei manieren instellen. Je kan er zo ontzettend veel doen. Je kan ontzettend veel detail mee krijgen. Je kan weefsel onderscheiden. Je kan echt kijken, wat is het nou voor soort weefsel? Je kan bewegingen zien. Je kan bewegende beelden maken. Matthijs staat het laten zien. Je kan kijken naar hoe actief zijn die cellen daarin. Je kan kijken naar de moleculen. Je kan kijken naar de bloeding. En je krijgt ook een hele mooie 3D-beelden. Is nou allemaal fantastisch? Helaas niet. Het is best een duur onderzoek. Een MRI-scan kost wel echt een paar honderd euro. En je moet er echt zo lang stil liggen. Mensen die wel eens zelf een MRI hebben gelegen of familie die erin heeft gelegen, die weten dat het ontzettend veel herrie maakt, alsof je op een bouwplaats ligt. Dat is echt vervelend. En het is een sterke magneet, dus niet iedereen kan zomaar in de scanner. Als je metaalio hebt gehad of zo, dan mag het niet zomaar. Maar los daarvan is het een fantastisch apparaat. Wat kun je daarop zien? Nou, eigenlijk alles. Dus eigenlijk is het voor alles een supermooie techniek, behalve voor de longen, want juist voor lucht hebben we wat moeite mee. Nou, wat doen we ermee? Dan ga ik er snel door. Dit is een knie, de binnenkant van de knie. Dus de patiënt heeft zijn knie behoorlijk verdraaid en dat witte is vocht. En hier zit ook allemaal vocht in het bot. Dus heeft de patiënt hier echt zijn knie behoorlijk gekneusd. Zit hier een breukje, de kraakbeen is beschadigd. Die heeft ook nog een keer het band aan de andere kant behoorlijk uit zijn band getrokken. Dit is een pols. Op twee verschillende manieren met dezelfde scan bekeken. En het gaat niet zozeer om wat er aan de hand is. Het gaat om een heel klein bandje wat kapot is in dit geval. Maar een pols is maar een klein ding. Je kunt zien hoe ongelooflijk het detail het gang gaat. Je kunt hier, dit witte randje, dat is kraakbeen en dat is echt 1, 2 mm dik. Dus kunnen we door dat goed te scannen ontzettend veel detailinformatie ophouden. Ook bij kankerscreening of in beeld brengen van kanker en het stadiëren van kanker kunnen we dat ook heel mooi. Dit is een plaatje van de prostaat waar je super veel detail ziet. Dus als er een prostaatkanker zou zijn, dan kijken wij met MRI of het nog binnen het prostaat blijft, of het juist net naar buiten komt. Dat bepaalt vervolgens de behandeling door de oncologen. Ik zei het al, we hadden het over contrast geven. Dit is een lever. En door te kijken naar hoe het contrast aankomt, hoe het opgenomen wordt in de lever en hoe het weer eruit gaat,
kunnen we voor een deel een uitspraak doen wat voor soort gezwel in de lever zit. Dit gezwel, ik ging snel, kippen. Zo. Dit gezwel, op basis van hoe het eruit ziet, weten we zeker dat het een goedaardig gezwel is. Dus daarmee ben je echt, hoef je niet te prikken. Met zo'n scanner kunnen wij dan dat verschil maken soms. Nog een mooi voorbeeld van, ja, het is niet zo mooi, maar qua beelden mooi. Wat je ermee kan is een MRI van het brein. Iemand die heeft een behoorlijk ernstig herseninfarct gehad. En wat we zien, al het vocht, dat betekent dat er zwelling is van het brein. En hier kijken we naar de beweging van atomen. Van protonen, van water eigenlijk. Omdat de cellen kapot zijn gegaan, werken de celpompen niet meer. Dus blijft het vocht op dezelfde plek. En naar die beweging kijken, en als dat wit wordt op deze foto, betekent dat die cellen kapot zijn. Dus dat geeft een indruk van de ernst van een infarct. En wat het nog iets slechter maakt bij deze patiënt, is dat al die zwarte plekjes die je hier ziet, is allemaal bloed. Dus dit is ook heel gevoelig voor hele kleine bloedingetjes. Dus een flink ernstig infarct, waarvan we weten dat er veel schade is, en dit is ook nog gaan bloeden. Nou, dat geeft je een verhaal, dat geeft een neuroloog inzicht over hoe het gaat met de patiënt, en eventueel hoe goed hij eruit kan komen. En ik had al gezegd, de bloedvaten kun je mooi in beeld brengen, en dit als toetje, als kers op de taart. Dit is een inlichting in de scanner, en die is zijn vingers aan het bewegen. En door dat te doen, kunnen we met heel veel metingen kunnen we kijken, goh, waar zit nou waar stuurt is het een stuk in de hersenen, die dat aansturen. Nou, dus dat is echt prachtig water. Wij zijn degene voor de regio die scanner en die techniek ook hebben in huis. Dus dat gebeurt niet vaak, het is niet heel vaak nodig, maar we kunnen het wel. Dus, wat was mijn boodschap? Los van het feit dat MRI fantastisch is, gaat vooral weg. Even als radioloog hebben we echt een centrale plek in de diagnostiek en behandeling van eigenlijk bijna alle patiënten in het ziekenhuis. En dat doen we door gewoon allerlei soorten scans er goed naar te kijken. En daarnaast zijn we ook bijna bij heel veel vakgroepen, werkgroepen zijn we betrokken om te bespreken met de behandelaars wat er nou te zien is op de foto en wat we eventueel verder kunnen doen. Dat was mijn verhaal nu. Goedenavond allemaal. Is al gezegd dat MRI fantastisch is, of zal ik het de enthousiasme van Roland is moeilijk te evenaren, maar het zal hem best doen. Ik houd mij naast de algemene cardiologie bezig met het afbeelden van het hart. Dat is ook samen met de radiologen en nucleair geneeskundigen. Voor het afbeelden van het hart hebben we verschillende technieken. Roland heeft al. Nou, wat ik ging zeggen is dat we bij het afbeelden van het hart gebruik kunnen maken van verschillende technieken. Eigenlijk zoals Roland dat heeft uitgelegd, waarbij elke techniek zijn eigen voordelen en nadelen heeft. Als korte introductie op de voorbeelden van de MRI-scans die ik zo meteen aan jullie ga laten zien, is het van belang om een korte introductie te geven. Het hart heeft, grof gezegd, 4 hartbottels, 2 boezems en 2 kamers. En tussen de boezems en kamers, en tussen de kamers en de 2 grote bloedvaten die het hart uitgaan, zitten 4 hartkleppen. Daarnaast heeft het hart ook zelf bloed nodig om van onder andere zuurstof te worden voorzien. En daarvoor heeft het hart zelf ook bloedvaten, de kransslagaders. Al die verschillende onderdelen kan iets mis zijn. En bij patiënten met mogelijke hartklachten kijken we dus naar wat de klachten zijn, wat de voorgeschiedenis van die patiënt is, om dan te bekijken welke techniek we kiezen. Het werkpaard van de cardiologie blijft toch de echocardiografie. Vandaag gaan we het hebben over 1 onderdeel. Het is te uitgebreid om alle verschillende facetten te bespreken, dus we gaan ons richten op de MRI-scans van het hart. Hier ziet u het hart, een 3D-reconstructie. Zoals Roland al zei, gebruiken we de 3D-plaatjes niet zozeer voor de primaire diagnostiek. Wij gebruiken de oorspronkelijke beelden, maar voor het krijgen van overzicht zijn deze beelden zeer waardevol. Hier ziet u natuurlijk het hart, waarbij u in blauw de linkerkamer ziet. En oranje de rechterkamer. En daarboven zit hij de 2 boezems, in paars de linkerboezem en in geel de rechterboezem. Waarbij het rode bloedvat dat uit het hart komt de aorta is. Nogmaals, deze plaatjes gebruiken we niet voor de diagnostiek, dit is puur voor een
eerste overzicht. Bij Horta zelf kunnen we ook in zijn geheel afbeelden. Het grote voordeel van de MRI is dat je er geen röntgenstraling voor nodig hebt en geen jodiumhoudend contrast. Een te wijde aorta kan een reden zijn voor een operatie, om een deel van de aorta te vervangen. Als de aorta te ernstig verwijd is, dan wordt de wandspanning te groot, waardoor een risico van een ruptuur, dus van een breuk van de aorta ontstaat. En dan is het beter om een gedeelte van de aorta te vervangen. Dit zijn de beelden waar wij nou naar kijken. Het zijn dus tweedimensionale plaatjes waarbij je dus verschillende doorsneden bekijkt om het hart in allerlei richtingen door te zagen. Een korte asopname waarbij u hier de linkerkamer ziet en hier de rechterkamer, waarbij wij dus kijken naar de afmetingen of het hart niet te wijd is, of de hartspier niet te dik is geworden en of alle wanden goed bewegen. Filmpjes bewegen wat schokkender dan op mijn computer, mogelijk gerelateerd aan de computer in kwestie, maar als u dus meent dat bepaalde gedeeltes van het hart niet goed bewegen, dan ligt dat hier aan de filmpjes. En dit is namelijk gewoon een gezond hart. Alle afmetingen zijn normaal. De wandbewegingen zijn ook normaal. Dan kunt u ook gedetailleerde percentages bij uitrekenen van bijvoorbeeld de pompfunctie, waardoor je dit ook kunt gebruiken om patiënten in de loop van de tijd te vervolgen. Hier zien we twee andere doorsneden van hetzelfde hart van dezelfde patiënt, waarbij hier de linkerkamer is aangegeven waar de aorta uitkomt en hier de linkerboezem die uitmondt in de linkerkamer, hier de rechterkamer. Hier een andere doorsnede wederom van hetzelfde hart met de linkerhartkamer en de linkerboezem. En wat u hier ziet bewegen zijn de klemblaadjes van de klep tussen linkerboezem en linkerkamer. Dan ziet u ook gelijk de uitdaging die we hebben bij MRI-scans maken van het hart, dat het hart beweegt, uiteraard. Dat maakt het dus veel moeilijker om plaatjes te maken dan bijvoorbeeld plaatjes van een knie of plaatjes van de hersenen, omdat je dus minder tijd hebt om de plaatjes te maken en dan stelt dus hogere eisen aan de techniek en geeft daarom ook beperkingen. Dit is een patiënt bij wie in het verleden een groot hartinfarct is opgetreden. Hartinfarct treedt op als er een bloedvat verstopt raakt, plots, waardoor er geen bloed meer door dat gedeelte van het hart stroomt en dat gedeelte dus afsterft. Hier ziet u wederom de linkerkamer en hier de rechterkamer, waarbij wellicht opvalt dat dit gedeelte van de linkerkamer niet beweegt en ook duidelijk dunner is dan de andere wanden. Hier ziet u dus dat dit dood weefsel is, een hartinfarct. MRI biedt ook het grote voordeel dat je de verschillende weefsels kunt karakteriseren. Je kunt dus ook bewijzen dat dit littekenweefsel geworden is. Dat doe je met een andere techniek waarbij doodweefsel, littekenweefsel, wit wordt. Hier ziet u hetzelfde hart, maar dan een andere techniek, een blaadje van gemaakt, waarbij u ziet dat dit gedeelte wit is. Dus het gedeelte van het hart dat niet beweegt is wit en daarmee de bevestiging dat dit een hartinfarct is. Die diagnose aan zich is vaak niet nieuw, dat weten we op basis van de voorgeschiedenis van de patiënt of op basis van bijvoorbeeld het hartfilmpje, de ECG. Maar de mate van infarct, hoe groot het infarct is, is belangrijk omdat dat invloed heeft op de pompfunctie van het hart en ook de mate van transmuraliteit, dat is jargon voor de mate waarin het hartinfarct zich uitstrekt over de gehele dikte van de hartspier, is van belang. Op het moment dat de hartspier in zijn geheel is afgestorven, is het herstellen van de doorbloeding van dat gedeelte van de hartspier niet zinvol. Het is dan niet te verwachten dat daar nog een verbetering optreedt,
op het moment dat er minder dan 50% wanddikte geïnforceerd is geraakt, is dat vaak nog wel zinvol. Dat is eigenlijk tegenwoordig een heel belangrijk onderdeel, een heel belangrijke reden van het maken van plaatjes. De MRI-scan is nog niet zo heel goed in het afbeelden van de kransslagaders aan zich. Dat kan wel, maar bevindt zich toch nog wat meer in de onderzoekssfeer, in de wetenschappelijke onderzoekssfeer. Er worden wel verbeteringen in verwacht, maar daar hebben we toch nog andere technieken voor die tot nu toe voorkeur hebben. Wat de MRI-scan wel kan doen, is op een indirecte manier kijken naar de doorbloeding van de hartspier. En daarmee op een indirecte manier informatie kan geven of er vernauwingen in de kransslagaders zitten of niet. Op het moment dat je contrastmiddel in de patiënt inspuit, verdeelt zich dat over de hartspier. We kijken dan tijdens rust en tijdens met medicatie nagebootste inspanning of er gebieden zijn van het hart waar het contrastmiddel niet aankomt. Dat geeft dan aan dat daar een doorbloedingsprobleem is en dat er dus waarschijnlijk op die locatie een vernauwing in de betreffende kransslagader zit. Wat dus vaak een reden kan zijn voor bijvoorbeeld een dotterbehandeling of een bypassoperatie, verschillende technieken om de doorbloeding van het hart te verbeteren. Links ziet u de rustopname waarbij u hier een klein zwart randje ziet. Hier aan de rechterkant ziet u dezelfde patiënt, maar dan tijdens nagebootste inspanning. Het donkere gebied veel groter wordt. Dat geeft dus aan dat daar dus een verschil is tussen de rust en de inspanningsopname. En dat bewijst dus dat daar een zuurstofgebrek is, of in ieder geval doorbloedingsgebrek is op dat punt. Hierbij wilde ik het graag laten. Dat is dus enkele van de technieken op MRI-gebied die wij vanuit de cardiologie gebruiken samen met de radiologen om ons te helpen diagnoses te stellen en daarmee de juiste behandeling voor de patiënt te kiezen. Dank u wel. Ook goede avond allemaal namens mij. Leuk dat u allemaal gekomen bent in zo'n grote getale. Dit is de toplot van mijn voordracht en zoals Roland al zei, krijgen we vaak de vraag op feestjes en partijen, zeg, wat doe jij nou eigenlijk voor de kosten? Radiologie staat toch bekend als die dokter die in een stofkamertje achteraf in een ziekenhuis naar foto's zit te kijken. Ik denk dat u vanavond al begrepen hebt dat dat een beetje achterhaald is. En in de komende 20 minuten wil ik u uitleggen wat interventieradiologie is en u meenemen in de wonderenwereld van de interventieradiologie aan de hand van vier patiëntenvoorbeelden recent. Interventieradiologie is een tak van de radiologie die behandelingen uitvoert, echter zonder het lichaam open te snijden. Vaak is een klein sneetje in de huid al genoeg. Het gezonde weefsel wordt gespaard. En narcose is vaak niet nodig. We noemen dit dus een minimaal invasieve behandeling. Sturing door beeldvorming. De röntgenfoto of de scan waarop de aandoening is gezien, dient als leidraad voor de behandeling. We gebruiken de beelden om bij de aandoening te geraken, om de behandeling uit te voeren. En vervolgens om het effect van de therapie te evalueren. De interventieradiologie wordt wel gekenmerkt door innovatie. Er ontstaan steeds nieuwe en betere interventies waarbij aandoeningen behandeld kunnen worden waar vroeger geen behandeling mogelijk was of alleen middels een grote operatie. Een grove indeling van de procedures zijn interventie in bloedvaten. We maken bloedvaten open in geval van een vernauwing en we maken bloedvaten dicht in geval van bijvoorbeeld een inwendige bloeding. Later krijgt u hier wel een voorbeeld van. De tweede categorie overig is heel divers. Het betreft bijvoorbeeld behandeling
van infecties of tumoren op allerlei plekken in het lichaam. Kort gezegd, samenvattend, is interventieradiologie een alternatief voor een operatie. We behandelen complicaties die bij andere behandelingen eventueel zouden kunnen zijn opgetreden. En het kan een therapie zijn waarvoor geen alternatief voorhanden is. Bij de interventies van de bloedvaten wordt de slagader aangeprikt, hetzij in de lies, hetzij in de arm. Het bloedvat wordt gevuld met contrastmiddel en daarom kun je dan de bloedvaten zien op een röntgenfoto. Ook via de lies of via de arm wordt een katheter ingebracht, een hol slangetje, waarbij vrijwel elk bloedvat in het lichaam bereikt kan worden. Rechts ziet u die, in allerlei vormen zijn ze voorhanden, aangepast min of meer aan de vorm van de bloedvaten in het lichaam. Hier ziet u de kamer waarop we dit soort behandelingen uitvoeren. Hier ziet u het bedje waar de patiënt op ligt. Hier ziet u het röntgentoestel wat boven de patiënt komt te hangen tijdens de behandeling. En hier ziet u het beeldscherm waarop de bloedvaten te zien zijn en ook de bewegingen van de katheter. En hier een kleine opname van de kamer in vol bedrijf. Vernauwing van de bloedvaten is een deel van ons werk. U ziet een ballon kan ter plaatse van de vernauwing worden gebracht. De ballon wordt opgeblazen en het bloedvat wordt opgerekt ter plaatse van de vernauwing. En zo is het bloedvat weer toegankelijk en is de vernauwing opgeheven. Degene die dat als eerste heeft gedaan staat hier links, dat is meneer Charles Dotter uit Amerika, die in de jaren 60 de eerste behandeling deed. Daarom noemen wij deze behandeling nog steeds Dotteren. Ziet u zo'n soortgelijke ballon, die is gemonteerd op een katheter. In het geval dat een dotterbehandeling niet zou werken of de vernauwing in het bloedvat komt snel terug, hebben we de mogelijkheid om een metalen buisje hier rechts in het bloedvat te plaatsen. Hierdoor blijft het bloedvat langer open. We noemen het ook wel een stent. Dan gaan we over naar de beloofde patiëntvoorbeelden die allemaal recent in ons ziekenhuis zijn voorgekomen en waarvan er in de toekomst veel meer zullen volgen. De eerste betreft een man van 85 jaar. Die meneer had al 2 jaar buikklachten. Hij ging steeds minder eten, waardoor hij ook last had van gewichtsverlies. De buikpijn ging altijd over een paar uur na de maaltijd. Maar sinds 2 weken is hij opgenomen in een ziekenhuis elders, omdat de pijn heviger wordt, het niet meer overgaat en hij kan geen eten meer binnenhouden. Met een verdenking op een acuut infarct van de darmen wordt de patiënt overgebracht naar het MST. De achtergrond is: een infarct van de darmen is een spoedsituatie en komt door een vernauwing in de bloedvaten naar de darmen, waardoor er zuurstoftekort in de darmen ontstaat en waardoor de darm kan afsterven met hevige gevolgen van dien tot en met overlijden. Bij aankomst in het ziekenhuis gaat de patiënt direct door naar de interventiekamer die u net heeft gezien. Dit is een CT-plaatje van de normale darmslagaderen als een soort zijaanzicht. Hier ziet u dus de buik en hier de wervelkolom. Dit is de grote lichaamsslagader die gevuld is met contrastvloeistof. En hier zijn de 2 darmslagaderen die in dit geval volstrekt normaal zijn. Echter, onze patiënt. Hier ziet u het röntgenplaatje aan de linkerkant met de grote lichaamsslagader die gevuld is met contrast. Hier ziet u ook de katheter die in het bloedvat zit. En hier ziet u de 2 darmslagaderen aan de voorkant naar de darmen lopen. En met name op dit plaatje ziet u duidelijk een vernauwing in het darmslagader. Dit is de normale wijdte van het vat en hier is het vat veel nauwer. Vervolgens wordt als eerste een ballon bij de vernauwing geplaatst. Dat ziet u hier op een röntgenfoto. En vervolgens wordt de stent geplaatst. Een metalen buisje met een soort kippengaasstructuur zoals u hier ziet.
En op het eindplaatje, wat vervolgens gemaakt wordt, ziet u dat het bloedvat weer zijn normale breedte heeft, de vernauwing is opgeheven. Vervolgens wordt op de operatietafel de darm geïnspecteerd van binnen. En gelukkig voor de patiënt waren er geen dode stukken darm zichtbaar. Waardoor de operatie verder ten einde was, door er geen darm uitgehaald te worden. De meneer kon langzaam zijn dieet weer uitbreiden en na 2 weken kon hij gezond en wel het ziekenhuis verlaten. 3 maanden later is zijn buikpijn volledig verdwenen en is hij weer langzaam aangekomen in gewicht. Een tweede casus betreft een mevrouw van 58 jaar. Die door haar man thuis werd aangetroffen in een kamer waarbij zij haar rechter lichaam zelf niet meer kon bewegen. Zij sprak niet meer en wat opviel was een hangende mondhoek aan één kant. Werd patiënt overgebracht door de ambulance naar het MST. Daar werd de diagnose gesteld van een dreigend herseninfarct. De oorzaak van zoiets is vaak een bloedpropje in het hoofd. Wat vast komt te zitten in een bloedvat. Hierdoor blokkeert de bloedstroom, zoals u dadelijk zult zien, en ontstaat er bloedarmoede en daarmee zuurstoftekort in het hersenweefsel met het beeld als gevolg. Op de EBO krijgt de patiënt een bloedverdunnend middel en daarna gaat hij direct door weer naar de interventiekamer. Hier een korte schematische weergave, links is het duidelijk denk ik, van de hersenslagaderen. Hier ziet u de hersenen duidelijk. Aan de linkerzijde is de slagader naar de linker hersenhelft. Dit is de slagader naar de rechter hersenhelft. En dit zijn 2 slagaderen die gaan naar de voorzijde van de hersenen. Zoals gezegd is de aandoening te wijten aan een propje. Een bloedpropje wat meestal vast komt te zitten bij een splitsing in de bloedvaten. Zoals ook hier. De bloedstroom wordt geblokkeerd. Dat wil zeggen dat er geen bloed meer komt in dit bloedvat en dit bloedvat. En daardoor krijg je acute zuurstoftekort van het hersenweefsel. Links is de röntgenfoto van de patiënt. Waarbij u misschien opvalt dat de slagader naar de linker hersenhelft niet meer te zien is. Dat komt natuurlijk omdat het propje het bloedvat blokkeert. En ook het contrastmiddel wat we inspuiten komt niet meer in het bloedvat. En daardoor is het dus niet meer te zien. Wat we doen op de interventiekamer, we brengen een speciaal soort stent ter plaatse van het bloedpropje. Zoals u hier uitvergroot ziet. Na enkele minuten komt het stolsel vast te zitten in het metaal van de stent. En kan de stent worden teruggetrokken en uit het lichaam worden verwijderd. Hier ziet u op de röntgenfoto de stent liggen ter plaatse van het bloedpropje. Het vat is dan weer open en het hersenweefsel wordt daarmee weer voorzien van zuurstof. En dit is de foto nadien die we hebben gemaakt. U ziet dat er wederom contrast zichtbaar is in de slagader naar de linker hersenhelft, zoals hier zichtbaar, die op de eerste foto ontbrak. En hier ziet u een opname, dus een gewone foto van de speciale stent met het stolsel dat zich heeft verankerd in het stentmateriaal. De patiënt knapte eigenlijk binnen een half uur, dat wil zeggen dus op de ankylokamer, alweer op. Zij begon weer te spreken en haar aangedaan lichaam zelf weer te bewegen en ook haar hangende mondhoek trok weer langzaam bij. Een derde geval, een jongen van 17 jaar met een ernstig verkeersongeval, een frontale botsing tegen een auto met zijn scooter. Hij werd binnengebracht op de spoedeisenhulp van het MST en nagekeken. Daar viel op dat hij een snelle hartslag had en af en toe een bloeddrukdaling. Er wordt standaard een echo en een CT-scan gemaakt, zoals Ronald al zei. En daarbij viel op dat er bloed in de buik zat en men dacht aan een scheur in de milt. Even tussendoor, embolisatie is
het dichtmaken van een bloedvat wegens een acute bloeding, zoals u dadelijk zult zien. Dit is de CT-scan van de patiënt. U ziet hier de ruggenwervel, de lever, de rechternier, de linkernier en de mild, waar witte vlekken zijn te zien. Dat wijst op verschillende bloedingen in de mild. Meestal komt dat door verschillende scheuren in de mild. En aan de rechterzijde ziet u de röntgenfoto van de patiënt met een contrastmiddel met diezelfde vlekken in de mild. Embolisatie, dus het dichtmaken van een bloedvat, gebeurt vaak met een spiraaltje van metaal, een zogenaamde coil. Daarop zitten microscopisch kleine haartjes die eigenlijk stolsel aantrekken, waardoor een prop in het bloedvat ontstaat als je die inbrengt. Hij is ongeveer zo klein hoor, dus sterk uitvergroot. Aan de rechterzijde ziet u de coil in het bloedvat zitten. En u ziet dat het bloedvat daar dicht is. Er komt geen contrastmiddel meer langs en ook de vlekken in de mild zijn weg. Op dat moment is de patiënt stabiel en kan worden geholpen aan zijn overige ongemakken, met name bolbreuken in dit geval. Buikchirurgie, waarbij de mild dan wordt verwijderd, is dan niet nodig. Daarmee wordt ook een risico vermeden en de patiënt kan zijn mild op termijn ook behouden. Een laatste en vierde casus is een meneer van 76 jaar, bij ons in het ziekenhuis liggend, na een grote buikoperatie. Wordt meneer toch wel wat zieker, suf, moeilijk aanspreekbaar, met hoge koorts. Hij heeft uiteraard antibiotica, maar kennelijk helpt dat toch onvoldoende. Hij gaat ook steeds verder achteruit. En dat is een indicatie om een CT-scan te maken. Hier ziet u de CT-scan. Het is wederom een soort vooraanzicht. Hier ziet u de lever, de rechternier. En hier ziet u een holte gevuld met pus. Wat de reden is van zijn achteruitgang. De interventie die drainage heet, kan dan worden ingezet. Hiermee halen we vloeistoffen uit het lichaam, meestal geïnfecteerd. Dat kan van alles zijn, urine, gal, pus, longvocht of wat dan ook. We doen dat met een dikke slang, een zogenaamde drain, met een zijgaatje waardoor de vloeistof naar buiten kan lopen. En aan het eind een krulletje, een zogenaamde pigtail of varkenstaartje, die daar eigenlijk alleen maar zit om de drain niet uit het lichaam te laten vallen. De drain wordt geplaatst op de CT-scan. Hier ziet u dat, in de abscesholte. En rechts ziet u een CT-scan van enkele dagen later, waarbij u ziet dat de abscesholte eigenlijk niet meer te herkennen is. Alle pus is er uitgelopen, waardoor het volledig samenvalt. De drain zit er nog wel in. De patiënt knapt op. Er komt ook geen pus meer uit de drain en die kan worden verwijderd. U heeft gezien, de abscesholte is volledig leeg. En na 10 dagen antibiotica kan de patiënt in goede gezondheid uit het ziekenhuis worden ontslagen. Ik hoop in de afgelopen 20 minuten u iets bijgebracht te hebben wat interventieradiologie is en wat het precies kan doen. In het MST streven wij uiteraard naar om een zo breed mogelijk pakket aan behandelingen aan te bieden. We zijn een verwijscentrum, regionaal en zelfs af en toe landelijk op bepaalde gebieden. We zijn altijd bezig met het uitbreiden van het aantal soorten interventies in de toekomst. En daarmee hopen we dat de patiënt kan profiteren van de vele nieuwe ontwikkelingen die er zijn op dit gebied. Dank u wel. Zo, goedenavond allemaal. Wat ontzettend fijn dat u hier zo in uw stralende aanwezigheid hier bent. Ik mag u vertellen over wat ik vind het eigenlijk het meest interessante en leuke vakgebied binnen de gezondheidszorg.
Want ik kan u één ding garanderen, de patiënt verlaat bij ons de afdeling altijd stralend. Maar dit zal denk ik meer een beeld zijn wat bij u oproept als ik het heb over radioactieve straling en radioactiviteit. De meeste mensen worden er niet vrolijk van. En dat is ook heel begrijpelijk, want de eerste kennismaking met radioactieve straling was dit beeld, was de kernbom op Japan, op Hiroshima en Nagasaki. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel slachtoffers gevallen, niet alleen door de explosie zelf op dat moment, en ook niet door de radioactieve straling op dat moment, maar ook de jaren daarna, door de radioactieve straling die opgelopen is. En dat is natuurlijk heel beangstigend, want radioactieve straling, je ziet het niet, je ruikt het niet, je voelt het niet, en toch kun je er ziek van worden, en toch kun je er ook dood aan gaan. En dat is natuurlijk heel beangstigend. Het kwam ook nog eens heel dichtbij, nog niet eigenlijk niet eens zo heel erg lang geleden, want zelfs ik kan het me herinneren, en dan verraad ik ietsjes van mijn leeftijd. Toen de kernramp bij Tsjernobyl, de kerncentrale die ontploft was, ook een enorme wolk aan radioactieve straling onze kant op kwam. In eerste instantie vooral naar Scandinavië, later ook naar Nederland. De spinazie mochten we niet meer eten, de koeien moesten op stal, door iets wat zo ongrijpbaar is. Want wat is dat nou eigenlijk, die straling? En 30 jaar later, ruim 30 jaar later, is dit wat er over is van een stad van ongeveer 15.000 mensen. Alle mensen die daar woonden, die hebben echt haard en huis verlaten. Niemand durfde meer terug te komen. En dat geeft natuurlijk gewoon echt een enorm desolaat beeld als je dit soort dingen ziet. De realiteit is wel dat de natuur er eigenlijk heel wel bij vaart. Want het schijnt zo te zijn dat de populatie wild enorm hoog is daar. De dieren schijnen niet zoveel last van die radioactieve straling te hebben. Maar de mensen durven niet meer terug te komen. De vraag is of het zo terecht is. Dat is iets heel moeilijks. Ik kan daar ook eigenlijk helaas niet te diep op ingaan deze avond, want daarvoor is mijn tijd gewoon te kort. Maar deze meter geeft een straling aan aan het grote reuzenrad wat u daar dan zo onontbruikbaar ziet. Maar dit is een getalletje, geeft een straling aan die op dit moment gemeten wordt. En ik hoop straks met wat meer voorbeelden te kunnen geven dat dit heel erg meevalt. Dit is niet hoog. Maar als je zo een beetje gaat speuren op internet, is het eigenlijk best wel moeilijk. Want wat is nou een feit en wat zou misschien foutjes kunnen zijn? Ik ga me daar niet over uitlaten, want het is heel erg moeilijk. Maar wat echt een zeker feit is, is dat er direct of enkele dagen na de ramp van Tsjernobyl ongeveer 31 personen overleden zijn. En dat waren onder andere ook de arbeiders die in de kerncentrale werkten. Dus die zijn direct aan de explosie of direct aan stralingsziekte overleden. Nou geef ik wat getallen, ik kan nog heel veel meer geven, maar gewoon om u een beetje een idee te geven hoe lastig het onderwerp radioactiviteit is. De World Health Organization die heeft een schatting gegeven dat van de 600.000 personen die direct zijn blootgesteld aan de straling in Tsjernobyl, men verwacht, dus het zijn allemaal schattingen, er ruim 4.000 mensen nog zullen overlijden aan gevolgen van die opgelopen straling. Maar dat van de 6,8 miljoen mensen die mogelijk zijn blootgesteld, er dan ook nog eens een keer 5.000 zouden overlijden. Of dit dus waar is, weet men eigenlijk niet, het is een schatting. Kijk je naar Greenpeace, die geven hele andere getallen. Er zouden bijna 100.000 direct overlijden en het totaal overlijden zouden wel 200.000 mensen zijn. Heel andere grootte spreken we dan over. Dan heb je nog best wel een organisatie van aanzien, namelijk het Internationaal Atoomenergieagentschap. En die geeft ook weer een heel andere schatting, wat er eigenlijk een beetje tussenin zit. Met andere woorden, eigenlijk weten we het gewoon niet goed. Nog heel recent, Fukushima. Ook een, nou ja, bijna ramp zou je bijna kunnen zeggen, nog niet zo heel lang geleden. En gelukkig zijn de Japanners nou eenmaal zo, die zeggen gewoon anders dan de Russen, want de Russen hebben het 2 dagen verdoezeld dat er een kernramp was gebeurd.
Totdat in Zweden een metertje wat hoog uitslag gaf. En toen dacht men, wat is er aan de hand? De Japanners waren gewoon heel adequaat. Hebben gelijk actie ondernomen, hebben gelijk de reactor geblust met bluswater, zodat hij niet kon ontploffen. Hij is wel uitgebrand, maar hij is niet ontploft. Er stonden nog 3 andere reactoren in de buurt. Die zijn ook niet ontploft. En uiteindelijk is het gewoon zo dat er 0 mensen, echt gewoon geen 1, overleden is aan de straling. Er zijn wel 2 arbeiders omgekomen, dat was door de brand. En dat staat eigenlijk ook in geen verhouding met de tsunami die 10.000 slachtoffers heeft geëist. En dit een beetje om u in perspectief te brengen als we het over radioactieve straling hebben. Ik ga jullie een filmpje laten zien, dat is gewoon op internet te vinden. Het is in het Engels, het gaat misschien wat snel, maar ik ga er later nog wel wat over in. Wat dieper op in. Even om u een beeld te geven dat we eigenlijk dagelijks te maken hebben met radioactieve straling en dat we daar ons helemaal niet bewust van zijn. En hoeveel we nou eigenlijk kunnen oplopen. Best wel angstschuldig. Hier nog even een korte samenvatting, want ik kan me voorstellen dat het best snel gaat. En er komen allemaal wat getalletjes voorbij en dat zeggen de meeste mensen niet zoveel, en dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Maar waar heel veel mensen zich niet bij stilstaan, dat is dat hier ziet u een vliegtuig. Als u een vlucht maakt van Europa naar Amerika, vangt u straling op. Gewoon vanuit de lucht, dat krijgt u er gratis even niks bij uw vliegticket. Als u een banaan eet, ook daar zit straling in. Er zit het element kalium in en kalium geeft straling af. Heeft u zich vast niet gerealiseerd. De wettelijke achtergrond waar wij mee te maken hebben in Nederland ook, dus ook in de wereld, is ongeveer het getalletje 2,5. Onze PET-scan die zit daar eigenlijk nog maar net boven. Er zijn gebieden in de wereld, bijvoorbeeld in India, waar mensen gewoon, nou, wat is het, factor 3 hoger leven met straling. Ze overleven toch nog steeds. Als je een weekje gaat skiën, vang je ook straling op als je in de bergen bent met de zon. CT-scan wordt het ook al wat hoger. En de maximale limiet, wat voor ons als medewerkers op de nucleaire geneeskunde geldt, het getalletje 20, dat is dan eigenlijk het maximum voor wat we normaal vinden. Maar dat is wettelijk zo afgesproken. Ik hoop het eigenlijk niet, maar er zullen vast wel mensen zijn in de zaal die roken. Dan heeft u vast heel vaak gehoord dat u daarmee moet stoppen omdat het zo slecht voor de gezondheid is. Maar ook daarbij heeft u zich vast niet gerealiseerd dat als u een pakje sigaretten per dag en dat dan een jaar lang oprookt, dat u daarbij een behoorlijk dosis straling ontvangt. En zoals gezegd, er zijn gewoon gebieden in de wereld waarbij je een behoorlijke dosis oploopt. En het is niet aangetoond dat die mensen zieker zijn of meer kanker krijgen, vaker kanker krijgen. Dus ja, radioactiviteit, het is gewoon een heel lastig iets. Eigenlijk hebben we er dagelijks mee te maken. We plukken het zo uit de natuur. Alleen dit beeld van een lieftallig meisje die de radioactieve bloempjes plukt,
Dat beeld zullen we er vast niet bij gehad hebben. Ik hoop aan het eind van deze avond wel dat u gewoon een stuk positiever over radioactieve straling kan denken. Heel kort, het is een beetje technisch misschien, maar waar komt die radioactieve straling, waar we dan zo dagelijks mee te maken hebben, waar komt dat nou vandaan? We hebben het elektromagnetisch spectrum. Dat is het domein van golflengte en licht. Het enige wat voor u een beetje belangrijk is om te realiseren, dat is dat in het midden van dit spectrum hebben het zichtbare licht. Dat is waarom we alle dingen zien zoals we het zien. Alle kleuren van de regenboog ook. En dat heeft een bepaalde golflengte met een bepaalde hoogte van die golven. En dat zit in het midden van dit spectrum. Als je verder naar rechts van het scherm gaat, links voor u, dan hebben we daar de infraroodstraling, kennen we van de sauna, de magnetron, die we ook dagelijks gebruiken, de radiogolven en de dat zit allemaal aan deze kant en daarin geldt dat de golven breder worden en lager. Ga je naar de rechterkant van het scherm, rechterkant van het spectrum, dan worden die golflengtes korter, komen korter op elkaar, worden ook hoger en dat betekent dat ze door een ander materiaal kunnen doordringen, dat het makkelijker gaat. En dat het dus ook schadelijker wordt. Nou, de ultraviolette straling kennen we daarvan. De röntgenstraling zit hier waar we dan de foto's mee maken. Hier komen wij in beeld, want wij maken onder andere gebruik van gammastraling. En helemaal aan het einde van het spectrum heb je dus de kosmische straling die je dus opvangt als je naar Amerika vliegt. Nou, heel kort, wilt u er meer van weten, zou ik zeggen, er is genoeg te vinden op internet. Maar dan weet u een beetje waar we over praten. Dit zijn afbeeldingen bij ons op de afdeling. En ik kan me voorstellen, als u dit zo ziet, dat u zich niet heel welkom voelt. Want hier word je natuurlijk ook wel een heel klein beetje bang voor. Maar goed, dit is ter bescherming van natuurlijk. We willen niet dat mensen onnodig straling oplopen als het niet hoeft. En u bent welkom op onze afdeling, maar liever niet natuurlijk, want dat betekent ook dat u patiënt bent. Heel kort iets over medische beeldvorming. Het is al een beetje gezegd. We hebben eigenlijk de radiologie en de nucleaire. En wat ik heel vaak hoor, is als je zegt dat je op een nucleaire afdeling werkt, of nucleair geneeskundige bent, dan is het, je bedoelt zeker de radiologie. Nee, we zijn broertjes en zusjes van elkaar, maar het werkt wel gewoon echt anders. Zoals Ronald net ook al heeft uitgelegd, is dat bij de radiologie heb je de patiënt en heb je een apparaat wat straling afgeeft. En dat gaat door de patiënt en dat wordt dan opgevangen voor een sensor of een detector voor straling. En bij de nucleaire maken we de patiënten radioactief, zodat ze zelf stralen. En dat wordt dan opgevangen met een sensor, met een detector. Dus het principe is anders en dat maakt dat we ziektebeelden op een andere manier in beeld kunnen brengen. Binnen de nucleaire geneeskunde hebben we eigenlijk twee soorten technieken. De eerste noemen we een gammacamera, dat doen we met gammastraling. Het principe daarbij is dat we dus de patiënt radioactief hebben gemaakt. En dat die straling eigenlijk alle kanten op straalt. We hebben een camera met twee detectoren vaak. Vaak zijn er twee, je kunt ook kiezen voor meer of voor minder, maar vaak zijn het er twee. En dat is eigenlijk een hele gevoelige camera, dus dat is wel heel mooi van deze techniek. Maar het heeft ook een nadeel en dat is dat die camera, hoe geavanceerd die ook de afgelopen jaren is geworden, alleen de stralen op kunnen vangen die loodrecht op de sensor vallen. Dat betekent dus dat ook een heleboel straling van die patiënt die uitgezonden wordt, niet wordt gedetecteerd. En voor sommige onderzoeken is het prima, want dit is een vrij oude techniek. Het is na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld en gebruiken we het nog steeds. Maar het heeft dus ook zo zijn beperkingen, met name dat de gevoeligheid soms wat te mensen overlaat. En daarom is in de jaren 70-80 een ander soort techniek ontwikkeld. Dat is de PET-techniek. Dat maakt gebruik van positronen. Dat is een ander soort mechanisme en een ander soort straling. Maar het belangrijkste daarbij is dat de straling die wordt uitgezonden eigenlijk in een lijn van 180 graden, dus recht tegenover elkaar.
wordt uitgezonden en op die manier wordt gedetecteerd. Dus deze ring is de sensor, wat hier bij de gammacamera deze twee sensoren zijn. Dit is al een sensor. De camera draait dan ook nog rond, zoals deze pijl aangeeft. En daarmee kan de techniek eigenlijk preciezer weten waar de patiënt, maar eigenlijk met name de afwijking, want daar zijn we in geïnteresseerd, zich bevindt. Dus dit is een wat preciezere techniek dan deze techniek. Maar het voordeel van deze techniek is dat het goedkoper is. En voor sommige onderzoeken echt prima voldoende. Daar zal ik zo meteen een paar voorbeelden van geven. Deze techniek is gewoon echt beduidend duurder. Zo ziet dat er in het echt uit. Dit is de gammacamera. Je hebt een brancard. Daar lig je dan op als patiënt. Dan word je zo naar binnen geschoven, binnen deze tunnel eigenlijk. En hier heb je de twee detectoren. En vaak zit er tegenwoordig ook nog een CT-gedeelte achter. Dat is hier niet afgebeeld. Maar we combineren vaak de nucleaire technieken ook met radiologische technieken. En dat zal ik straks ook nog wat voorbeelden van laten zien. Dit is de PET-camera. Dit is nog weer diezelfde brancard. Binnen die gantry wordt binnengeschoven. En dit is die ring waar ik het net over had. Waar al die sensoren zitten. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Hoe maken we nou u radioactief? Dat doen we op deze manier. We maken gebruik van tracers. Zo noemen we dat, het radioactieve stofje. En dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Het bestaat uit een orgaanzoekend molecuul of een ziektezoekend molecuul. Dat is een beetje afhankelijk van wat we in beeld willen brengen. Dat koppelen we aan een radioactief isotoop. En dat wordt dan in zo'n injectiespuitje. Het is eigenlijk maar heel weinig. Je hebt echt heel weinig nodig. Dus we moeten het ook altijd nog een beetje verdunnen met wat fysiologisch water. Want anders zie je niet eens dat er wat in zit. En daaromheen zit een loodhulsje. En dat is om ons als medewerkers te beschermen tegen bestraling. Want wij werken er wel dagelijks mee. En wij moeten er wel een beetje voor oppassen. Mocht u het interessant vinden. Mijn collega Pascal die staat om de hoek naast de koffie. Staat er met wat spulletjes. Dan kunt u het even in het echt bekijken. En deze tracer, die injecteren dus, die brengen we in de bloedbaan van de patiënt. En wat is nou het principe erachter? Dat orgaan of ziektezoekend molecuul, dat werkt eigenlijk als een transportmiddel. Je moet zich zo bedenken, het is heel donker in dat lichaam. En we brengen daar een fietsje in. En er staat nog geen lampje aan. Maar dat fietsje, dat brengt eigenlijk datgene... het stofje waar we het graag hebben willen. Dus hetzij in de botten, hetzij in het hart. Nou, wat we maar graag in beeld willen brengen. Maar we kunnen het nog niet zien onder de camera. En dat doen we door middel van het radioactieve isotoop. Want, tjaa, het lampje gaat aan. En dan kunnen we het dus zien onder de camera. En dat is ook de reden waarom we beide onderdelen nodig hebben. Wat zijn nou de toepassingen binnen de nucleaire geneeskunde? Nou, ik heb hier wat opgenoemd. Laat ik een paar voorbeelden van zien, maar we doen eigenlijk nog wel gewoon heel veel meer. Natuurlijk sporen we ziekte op, maar we kunnen ook het functioneren van organen in beeld brengen. En wat heel veel mensen eigenlijk niet weten of zich niet realiseren, is dat we ook kunnen behandelen met deze isotopen. Daar zal ik ook wat voorbeelden van geven. Eerst even wat onderzoeken met de gammacamera. De techniek is dat we twee detectoren hebben. Nou, dit herkent u denk ik wel. Dit zijn onze botten. De zwarte vlek, dat is de blaas. Want de tracer wordt niet alleen maar opgenomen in de organen die we in beeld willen brengen, maar wordt ook uitgeschreven. Het is vaak via de nieren en de blaas. Dit is normaal. Dit is denk ik wat we allemaal kennen van het plaatje van het spookhuis en hoe het skelet eruit ziet. Dan komen soms patiënten bij ons en dan hebben ze één zo'n zwarte stip in zo'n zwarte haard. Soms nog best lastig om te bepalen wat dat dan is. En dan hebben we gelukkig ook dus de mogelijkheid om het tegenwoordig, dit is een wat ouder plaatje, maar het te combineren met de CT en dan krijgen we wat anatomische informatie erbij en dan kunnen we vaak wat duidelijker zeggen wat het is. Maar helaas voor deze patiënt werd het uiteindelijk wel duidelijk wat het is. Dit was een bot uit zijn die met één begon, hier zo bij het borstbeen. En 3 jaar later zat eigenlijk zijn hele skelet zat helemaal vol met uitzaaiing en hij is ook overleden. We brengen niet alleen maar kanker in beeld.
ik zou bijna zeggen, gelukkig niet. We kunnen ook nog andere dingen in beeld brengen. Hier zien we een prothese van de knie, waarbij we net bij Roland in de presentatie ook een mooie foto zagen. Zo'n knieprothese, dat bestaat uit metaal. Daar komt zo'n radioactieve trace dus niet. En dat zien we dus als deze witte vlek eigenlijk. Dit is de prothese, dit is een normale knie, zo wordt een knie er normaal uit te zien op de nucleaire plaatjes. Maar zo'n prothese kan of gaan loszitten of kan een beetje ontstekingsreactie geven. Het is voor de orthopeed best van belang om te weten of dat aan de hand is, want dan moet hij die prothese eruit halen. En dat doe je liever niet zomaar, je wilt het wel zeker weten. Nou, deze zwarte opname, zeg maar, deze zwarte kleuring is te veel, dus deze prothese die zit los. Dat kunnen we dan op die manier zeggen. Nou, hetzelfde kunnen we eigenlijk met de heupen doen. Hier zit die heupprothese. Dit is een normale heup en dit is weer de blaas. Dit is ook te veel voor de heup, dus deze prothese die werkt ook. En soms, bij toeval, vinden we gewoon een heel ander soort afwijking. En in dit geval is dit eigenlijk een goedaardige ziekte van het bot. Dit is het zitbeen met nog een deel van de heupkop. En dat zie je op een röntgenfoto dan weer heel erg mooi als verdikking van het bot. En dat hoort bij de ziekte van Paget. Dus we kunnen best wel veel ziektebeelden in beeld brengen. De schildklier, een van de oudste technieken van de nucleaire geneeskunde. Eigenlijk kan ik al zeggen dat daar de nucleaire geneeskunde mee begonnen is. Want toen eind vorige eeuw de radioactieve straling en de elementen zijn ontdekt, werd al heel snel gebruik gemaakt van radioactief jodium. Het schildklier is een orgaan wat heel selectief jodium opneemt. En dat kunnen we ook zien. Deze wat vlindervormige, langwerpige, hoe zul je het noemen, haartjes, is de schildklier. En dan, als het daarvan afwijkt, kun je ook ontdekken welke schildklierziekten er zijn of een patiënt heeft. Hierbij is de schildklier niet zo mooi slank en zo groot als deze schildklier. Dit is de ziekte van Graves, het is een auto-immuunziekte waarbij het eigen lichaam de schildklier aanvalt. Die wordt dan ziek en die gaat opzwellen. En dit is een totaal ander soort ziektebeeld, namelijk de ontsteking van de schildklier, waarbij je ziet dat de schildklier totaal niet meer in staat is om dat jodium vast te houden, wat eigenlijk wel moet. Dus je ziet bijna niks meer. Dit is een fors vergrote schildklier. De contour is denk ik wel echt zo groot, waarbij je ziet dat bepaalde delen te veel jodium opnemen en andere delen veel te weinig. Dat past bij schildklierknobbels. Nou, ik denk dat iedereen ook wel in de familie of in de kenniskring voorbeeld heeft van mensen die zo'n grote schildklier, eigenlijk zo'n grote zwelling in de hals hebben. Nou, dat kunnen wij dus op deze manier zichtbaar maken. En als een van zo'n knobbel helemaal zelfstandig gaat functioneren, onderdrukt hij daarmee het andere schildklierweefsel, dus dat zie je in de omgeving niet meer en waar wordt dan heel erg zwart. En daar kun je ook heel ziek van worden. Nou, daar hebben we dus een goede behandeling voor. Dat is een van de behandelingen die we vrij vaak en uitgebreid doen bij de nucleaire geneeskunde. Dat is het radioactief jodium. Is heel effectief, want we geven dus een hoge dosis jodium, dus met een hoge radioactieve straling. En daarmee worden al deze zwarte gebieden worden behandeld. En daarmee kun je dus eigenlijk heel selectief op een hele mooie manier de ziekte behandelen. Het zit dan verpakt in zo'n looppotje en dan in zo'n doosje met ook nog eens een heel gevaarlijk teken erop. Hier loop ik dan mee over de gang als we naar de patiënt gaan en iedereen kijkt je aan in de lift. Maar dat moet nou eenmaal. Dat is nou eenmaal de wet. Ook dit kunt u bekijken bij ons op de tafel. Soms moeten patiënten worden opgenomen bij ons in het ziekenhuis. Vaak mogen ze ook wel naar huis. Krijgen dan wel wat regels mee om naar huis om zich daaraan te houden, omdat je toch radioactief bent. Maar over de jodiumkamer krijgen we ook heel veel vragen over en er bestaan heel veel verhalen. Want heel veel mensen hebben er ook een schrikbeeld bij van, oh, ik moet in quarantaine en dan kom ik in een bunker en dat soort dingen. Het is een gewone ziekenhuiskamer met gewoon een bed, met gewoon een keukenblokje, met zelfs een magnetron, een waterkoker, een koffiezetapparaat, een eigen douche. Met eigen wc, uitzicht, raam, daglicht. Alleen het enige verschil is dat in de muren lood zit, zodat de rest van de omgeving beschermd is voor die straling. En dat is
eigenlijk de enige reden waarom je dan in het ziekenhuis moet blijven. Sommige mensen vinden het nog steeds verschrikkelijk, hoe leuk ik het ook breng. Andere patiënten die zeggen, ach, het was net een hotel, ik werd zo goed verzorgd. Nou, het wordt gewoon heel verschillend ervaren, maar dit is gewoon zoals het is. Een ander orgaan wat we in beeld kunnen brengen, dat zijn de longen. Wat we dat doen, ja, eigenlijk is nucleaire zo leuk, want het is gewoon op zoek naar verschillen. We hebben hier de plaatjes van de gasuitwisseling en hier de plaatjes van de doorbloeding van de longen. En wat we doen is, lijken de plaatjes op elkaar, ja of nee? Nou, de rode pijlen die verklappen het natuurlijk al, maar u ziet hier als het goed is een witte streep en die ziet u hier niet. En dit past bij longhebbeleer, dat betekent de verstopping van een heel klein longadertje. Ik geef u gewoon even wat voorbeelden, omdat het zo leuk is. Wat we dus ook kunnen doen is de doorbloeding van de hartspier in beeld brengen. Zoals Matthijs net al heeft uitgelegd, bestaat het hart eigenlijk uit vier kamers. De linker en de rechter de boezem en de linker en de rechter kamer. En wat we doen is dat we de spier van de linkerkamer, de doorbloeding daarvan, die brengen we in beeld. Dus dit lijkt misschien op een hart, maar dit is geen hart. Dit is echt de wand van die linkerkamer. Hoe we daar dan tegenaan kijken, dit is in verschillende richtingen. Hier ziet u eigenlijk de korte as. Ja, dat is een beetje die donut. Dat is gescand, of ja, geprojecteerd eigenlijk van het puntje van het hart naar boven. Dit is ook een lange as, noemen we dat dan. Dat is eigenlijk de richting van onder naar boven. En deze richting is van links naar rechts. En op die manier hebben we eigenlijk een 3D-beeld, krijgen we daar van u. En dan kijken we naar de doorbloeding dus van die hartspier. Dit is normaal, het is allemaal even mooi gevuld met activiteit. Dus we weten dat overal bloed komt. Wat we ook nog kunnen doen is naar bewegingen van het hart. En ook hier stokken de beelden, maar dat ligt aan de techniek. Want normaal gesproken is dit gewoon een vloeiende beweging. En kunnen we dus kijken naar hoe de wandbewegingen samentrekken, hoe dik ze worden en dergelijke. We krijgen ook nog een getalletje eruit en dan geeft ons dat een indicatie over de hartfunctie. We kunnen ook nog in verschillende richtingen bekijken. Ook even een voorbeeld van een hartinfarct, hoe dat dan bij ons op de scans eruit ziet. Hier als voorbeeld dus de donut, zo hoort het eruit te zien. En bij een hartinfarct heeft één stukje spierweefsel, krijgt dus geen bloed. En daar komt dus ook geen activiteit. En dat zien we dan door een hapje eruit. Dus u ziet hier een hapje eruit en dat is eigenlijk dus een donut met een hapje eruit. Dit steeltje ook, dus te kort, dat hoort eigenlijk zo lang te zijn als daar. En even kijken, hier ook. Dus dit past bij een hartinfarct. Ook daarbij kunnen we bekijken naar de bewegingen en, nou ja, de beelden zijn sowieso stokkerig, maar een hart van een patiënt met een hartinfarct klopt gewoon niet goed en niet fijn. We kunnen nog heel veel meer andere organen in beeld brengen en dan ook de functie ervan en ook in real life. Dus echt, de patiënt ligt bij ons op de camera. Dit filmpje is versneld afgespeeld, maar dat duurt ongeveer 20 minuutjes bij ons. Wat we doen is dat we een radioactieve tracer dus inbrengen in de bloedbaan. Dat ziet u hier. Zo. Oh, dat is al afgelopen. Hij zou het moeten herhalen. Ja. We zien de twee nieren opkomen. Je ziet dat het de activiteit uitscheidt. Dit is het verzamelsysteem. En dan zie je op een gegeven moment hier zo de urineleiders verschijnen. En dan is dit de blaas. Nou, dit is een beetje het schematische tekeningetje daarnaast voor het idee. Maar zo kijken we dus naar de functie van de nieren. Dit is normaal. Dit is een patiënt die twee nieren heeft, maar men niet weet of één nier het nog wel doet. Nou, dat is eigenlijk ook niet zo heel moeilijk, want in dit geval is dit de rechter nier. De rechter nier doet het wel, maar de linker nier zien we helemaal niet opkomen. Dus de linker nier functioneert niet. En een ziektebeeld waarbij we dat heel veel doen, vooral bij kindjes, is als er een obstructie zit, een vernauwing, bovenin de urineleider. Dan zie je dat deze nier inderdaad weer mooi afloopt. De activiteit verdwijnt, komt allemaal in de blaas terecht. Maar deze nier die schuift het wel heel mooi uit. Maar dat blijft daar hangen, daar heel bovenin, in het verzamelsysteem en in de urineleider. Dus hier zit een verstopping en daar moeten de uroloog wel wat mee.
Dit nog wel eens even als overzichtje. Wat we ook doen, dat weten heel veel mensen niet, dat is een afbeelding van de maag. Dat doen we zo. Eigenlijk heel simpel. Wie het bedacht heeft is echt briljant. Je pakt een boterham, je pakt wat jam, je maakt de jam radioactief en je slikt het in. Dus dit is de radioactieve jam. En ik zal hem zo meteen op laten lopen, maar dan zie je zo, dat gaat heel snel. Zie je hem zo ploep, naar beneden duiken. Hier zie je nog een heel klein beetje stok, een stukje stok trouwens. En dit is al het begin van de maag, dus dat zit al hier. Kun je er ook op klikken? Weg. Nou, en dan zit het daarin. En dan zie je het op een gegeven moment hier zo onder verschijnen. Dat zit hier, dat zijn de darmen. Kijk, gaat hij weer als het goed is. Nee? Oh, kun je nog even opklikken? Het is gelukkig. Deze maag die is helemaal normaal. Het verdwijnt gewoon mooi snel. Maar hiervoor ligt wel een patiënt een uur onder de camera. Even de indicatie, hè? Dit is een maag die niet goed zichzelf leeg maakt. Je ziet dat die activiteit hier heel hoog in de maag blijft hangen. Er komt wel wat in de darmen, maar het blijft hier maar hangen. En dat is het zo mooie van dit soort onderzoeken. Je krijgt gewoon beeld van hoe het op dat moment gewoon echt is. En soms kunnen we echt daarbij het verschil maken. Dat je met andere onderzoeken er niet uitkomt. Maar wij kijken gewoon heel functioneel, heel puur naar de beelden en naar de functie. We lopen echt te veel uit. Heel erg. Ja, was wel bang voor. Deze is helemaal zo leuk. Want iedereen denkt dat we gewoon hele grote organen in beeld kunnen brengen. Maar galwegen die zijn echt maar een paar millimeter groot eigenlijk. En die kunnen dan toch zo mooi in beeld brengen. Je ziet dat de activiteit wordt opgenomen in de lever. En dan hier zie je gewoon de galwegen in de lever. En dit is dan richting de darm. Dus zelfs kleine structuren kunnen we afbeelden. Nou goed, wat onderzoek met de PET-camera. De suikerscan is eigenlijk een heel gebruikte, vaak gebruikte techniek. Dat maakt gebruik van de stofwisseling van suiker in je lichaam. Er zijn lichaamsdelen die suiker gebruiken, dat is normaal. Dat zijn bijvoorbeeld je hersenen, bij deze patiënt iets minder, maar het hart ook, lever. Er wordt ook weer uitgeschreven via de nieren en de blaas. Maar kankersoorten, of eigenlijk heel veel kankersoorten, maken ook gebruik van suiker. En die kunnen we dan dus ook in beeld brengen. En iedereen ziet natuurlijk dat dit niet goed is. Maar dit is een successtory, want er zijn tegenwoordig een heleboel mooie nieuwe middelen, nieuwe behandelingen op de markt. Dit was een patiënt met huidkanker. En dit was na therapie. En je ziet heel beetje, zie je nog wat? Maar dit is natuurlijk spectaculair. En dit is ook waar wij onze scans voor gebruiken. Dat is niet alleen maar voor de diagnostiek van wat is er nou aan de hand, maar ook slaat een behandeling aan. Vrij nieuw in ons huis is de PSMA-scan. Dat is eigenlijk de scan voor de prostaat. Je ziet het een heel ander verdelingspatroon. Daar ga ik dan verder even niet te veel op in. Wat deze patiënt had was een... hij was al bekend met prostaatcarcinoom, maar had daar weer dat het terugkwam. Hier zie je dat rechts in de prostaat. En deze grote bol, dat denk je misschien al, dat is een uitzaaiing, maar dat was eigenlijk gewoon uitstulping van de blaas. Dus dat maakt het ook soms voor ons nog best moeilijk, want je ziet wel dat het heel zwart is, maar dat betekent niet zo dat alles wat zwart is ook gelijk ziekte is. Dit is een patiënt met metastase in lymfeklieren in de lies. Soms kunnen ze gewoon tot 2 mm nauwkeurig detecteren met deze scan. Dat kan bijvoorbeeld niet met de suikerscan. Deze patiënt had een uitzaaiing in de pot. En dit is wat ik u gewoon heel graag wil meegeven, want ik denk echt, de nucleaire geneeskunde bestaat nog niet zo heel lang. Het is een jong vakgebied. We hebben een aantal scans tot onze beschikking, maar dit komt uit een studie. Dit gaat echt de toekomst worden. We gaan gewoon per patiënt, per ziektebeeld bekijken, met verschillende traces, hoe we het in beeld kunnen brengen. En waarom vinden we dat nou zo belangrijk? Want dit zijn 5 verschillende soorten scans om prostaatkanker in beeld te brengen. Dat vinden we belangrijk, omdat we uiteindelijk het idee is dat je zo'n radioactieve tracer niet alleen gebruikt om in te brengen om het zichtbaar te maken onder de camera, maar dat als je het koppelt aan een hoge dosis radioactiviteit, je het ook heel lokaal kan behandelen. Want die patiënt die ik net liet zien met al die zwarte stippen, als je dat ook
radioactief maakt, worden die uitslagen heel selectief daar bestraald. Dat is een beetje, dit is een beetje een werkingsmechanisme, moet u anders ook maar even opzoeken, maar eigenlijk wordt gewoon de kankercel gefopt. Die denkt op zijn receptor iets binnen te kunnen halen waar hij heel blij mee is, maar dat is hij uiteindelijk niet, want het is radioactief en dus wordt hij helemaal kapot gestraald. En dit is het verschil met radiotherapie, want daar worden we ook heel vaak mee in verwarring gebracht. Als wij behandelen bij nucleaire geneeskunde, doen we dat dus heel plaatselijk. Er zijn heus wel wezens die in de omgeving liggen die ook straling opvangen. Wat eigenlijk liever ook niet het geval is, maar dat kun je bijna niet voorkomen. Maar het principe van de radiotherapie is dat er echt met bundels van buitenaf, van camera's van buitenaf wordt gewerkt. En je kunt je voorstellen dat in die bundel gewoon behoorlijk veel gezond weefsel ligt. Waarvan je eigenlijk niet wil dat die zo'n hoge dosis straling opvangt, want daar word je ziek van. Heel kort, want dit zijn allemaal studies die nu gaande zijn, dat is echt de ontwikkeling van de laatste 5 jaar. Als je dus dit is zo'n PSMA-scan, waarbij je dus de afwijking heel duidelijk zichtbaar ziet, met al die zwarte stippen, met die pijlen erbij. Deze patiënt heeft dus behandeling gehad met zo'n hoge dosis radioactiviteit en je ziet eigenlijk gewoon heel weinig meer terug. Maar dat wil niet zeggen dat het vanaf het begin af aan al duidelijk is welk soort isotoop, dus welke radioactieve straling je moet gebruiken. Want deze patiënt die kreeg dus dit isotoop met dit getalletje, werd het eigenlijk alleen maar erger van. En toen hebben ze het gekoppeld aan wat anders en dan verdwijnt het in sneeuw voor de zon. Dus dat is nog iets heel lastigs. Het is ook echt iets waarvan ik denk dat het de komende jaren een toevlucht zal nemen, maar op dit moment is het ook vooral in studieverband kunnen we het nog niet in dit ziekenhuis aanbieden, omdat het zich nog een beetje moet bewijzen. Nou, dit is het idee. Patiënten die je met een bepaalde tracer de ziekte niet zichtbaar kan maken, hoef je dus ook niet zo'n bepaalde therapie te geven. Patiënten waarbij dat wel heel duidelijk zichtbaar is, geef die therapie en dan hoop je gewoon uiteindelijk dat we ze daarmee kunnen genezen. Ik hoop dat als uw beeld van de nucleaire en van radioactiviteit dit beeld was, dat ik het heb kunnen veranderen in dit beeld. Ik dank u hartelijk. Beeldvorming bij borstkanker. Ik denk iedereen hier in de zaal heeft zelf misschien borstkanker meegemaakt, heeft een direct familielid gehad met borstkanker. Dus dit is altijd een wat gevoeliger onderwerp. Maar ik ga niet uit in op de behandeling. Want eigenlijk de meeste mensen die worden behandeld, geopereerd of krijgen chemotherapie. En het stukje waar wij echt beslissend zijn, is iets wat bijna in een soort waas aan je voorbij gaat als je in het ziekteproces gaat. Dat is namelijk echt het ontdekken van de borstkanker zelf, het vaststellen van de borstkanker en kijken hoe uitgebreid het is. Dat eerste stukje, daar wil ik iets over vertellen. Wat ik ga vertellen is gewoon eerst even algemeen wat cijfers over borstkanker. Dan hoe je het kan ontdekken en dan hoe wij de diagnose vaststellen. En ja, wat als we niet zeker weten, want helaas, ik ben natuurlijk heel enthousiast over wat wij doen, maar wij zijn ook niet perfect. Er zit gewoon een bepaalde marge in wat we wel en wat we niet kunnen. Dus dat is een beetje de hoe we daarmee omgaan. Nou, wat cijfers? Borstkanker komt natuurlijk heel veel voor. 1 op de 8 vrouwen krijgt uiteindelijk ergens in het leven een keer borstkanker. En hoe vaak, bij mannen komt het ook voor, het is wel bijna altijd bij vrouwen, maar het is ook een klein deel van de mannen die het kan krijgen. Het is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen, nog steeds zowel longkanker in de buurt komt. En het is ook in het rechts in de plaatje ziet een soort staafjes, dat zijn de leeftijdscategorieën. Het komt het meest voor tussen de 50 en de 70. Daarvoor, als je jong bent, is de kans op borstkanker heel klein. Het komt er ook voor bij jonge vrouwen. En zelfs vrouwen van 20 kunnen borstkanker krijgen. En bij oudere vrouwen komt het ook nog steeds voor, maar wel steeds minder. En wat het eigenlijk wel goed is om te weten en te beseffen, borstkanker klinkt heftig en het is ook echt heftig. Het is een ernstige ziekte. Maar het is wel goed om te beseffen dat toch 85% van de mensen die borstkanker krijgen na 5 jaar nog steeds in leven zijn. En zelfs bijna 80% van de mensen overleven dit gewoon zeker 10 jaar. Dus het is wel ernstig. En het is een hele confronterende diagnose, maar eigenlijk is het voor het meeste deel van de mensen wel een goed behandelbare aandoening. Dus dat is ook prettig om te weten. Nou, hoe wordt het dan ontdekt? Zelf voelen, een knobbeltje voelen in de borst. Dat is iets die vaak voorkomt. Dit is een soort, die komt van de Nederlandse site. Er zijn allerlei manieren hoe het kan voelen in de borst. En het voelen in de borst is nog best wel lastig. Want klierweefsel is vaak hobbelig van zichzelf. En hoe weet je nou welk hobbeltje nou wel of geen kanker is? Dus het gaat niet zozeer om het één keer voelen, en soms voel je iets wat echt eng is, en dan moet je de huisarts om te laten voelen. Het gaat ook vooral om het herkennen van de verandering in de borst. Maar goed, dan voel je iets. Wanneer voel je het nou pas? Dat is ook even voor het besef
is het goed, dit wil ik het graag wel benadrukken. Als we, wij doen ons uiterste best, als iemand het knobbeltje voelt, zo snel mogelijk de diagnose te stellen en zo snel mogelijk te behandelen. Maar er zit wel wat vanuit mentaal, vanuit gedachte en wat het met je doet, is het ontzettend belangrijk. Daar sta ik ook helemaal achter. Vanuit medisch perspectief kan je het wel een beetje relativeren. Want als je iets voelt, de kans dat je iets voelt onder de halve centimeter is heel klein. Vaak voel je het pas bij anderhalve centimeter. Maar hoe lang duurt het nou, denkt u, dat zo'n knop een stukje kanker eigenlijk al zit, voordat je het kan voelen? Hoe lang denkt u dat een gezwel vaak, als je iets van een halve centimeter of een centimeter in de borst voelt, hoe lang groeit het er al, denkt u? Wie denkt dat het in een loop van 3 maanden ontstaat? Half jaar? Jaar? 2 jaar? Meer dan 2 jaar? Tot wel 10 jaar. Als je weer wat rekening doet en zet je zo ongeveer 0,02 200ste van een millimeter. En de normale verdubbelingstijd van een celkankercel is gemiddeld 200 dagen. Nou, als je dat dan gaat uitrekenen, dan moet je wat wiskunde doen. Dan komt Einstein langs, ik weet niet of het formulier van hem was. Maar dat betekent dat je ongeveer 8 miljoen cellen moet hebben. Dat betekent dat je 23 keer moet splitsen. En dan ben je 6,5 tot 12,5 jaar. Met verspreiding zit het er al. En op zo'n lange termijn maakt die 2 weken niet uit. Maar mentaal natuurlijk wel. Dus wij doen ons uiterste best om het goed te doen. Maar als het een keer ietsjes langer duurt, omdat we net een extra scan moeten doen, dan maakt het uiteindelijk voor de ziekte eigenlijk niet uit. Dus dat is wel, ik vond het uitrekenen dit geruststellend, persoonlijk. Goed, zelf voelen. Het blijkt dat voelen is lastig en het blijkt betrouwbaar te zijn om zelf te kijken. Dus kijk of de borst echt anders wordt. Dat is omdat er zoveel knobbeltjes te voelen zijn in de borst. Dus het kijken naar de borst is beter om dat op te merken dan het voelen zelf. Maar goed, nu gaan we naar het radiologie stukje. Het andere groot deel wordt gevoeld zelf, spontaan gevoeld, iemand die een keer stoot. Maar een heel groot deel van de mensen wordt ook gevonden via het bevolkingsonderzoek. Het bevolkingsonderzoek wordt gedaan met mammografie. Dat is dus een röntgentechniek om naar borstspierweefsel te kijken. En dan wordt de borst geklemd tussen 2 plaatjes en worden er foto's van gemaakt. Je ziet op zo'n foto zie je een stukje anatomie. Je ziet de klierschijf, het vet in de borst. En dat ziet dan eigenlijk uit als een soort witte streepjes op een foto. Nou, de foto's die we eerder hebben laten zien, dan zag je eigenlijk heel goed een soort orgaan kun je herkennen, een structuur. Het lastige bij foto's van de borst in mammografie is dat je eigenlijk een soort, met alle respect, een soort chaos kijkt. En dat maakt het een heel moeilijk onderzoek om te beoordelen. We maken meestal geen foto in één richting, we maken altijd foto's van 2 kanten. En dat is het bevolkingsonderzoek. Dus nog iets, een paar opmerkingen over bevolkingsonderzoek in het algemeen. Er zijn vaak vragen, waarom beginnen we pas bij 50? Dat is best wel laat. Er zijn meerdere redenen voor. Het is wel een röntgentechniek. En borstspierweefsel is net wat gevoeliger voor stralen dan heel veel andere weefsel. Dus je wil niet te vaak een foto maken. En in de leeftijdsverdeling zie je ook dat het meeste voorkomt tussen de 50 en de 70. En dat is precies de leeftijd dat er gescreend wordt. En als je jonger gaat beginnen, die jonge borst heeft veel meer klierweefsel, wordt dus veel dichter en veel witter op een foto en dan wordt het veel moeilijker om borstkanker te kunnen herkennen. Dus je kan wel eerder beginnen, maar de kans dat je het vindt is kleiner. Nou, dus daarmee is een soort afweging. En dat is een hele rare van screenen. Screenen gaat helemaal niet in eerste instantie om het heropsporen van kanker of mensen beter maken. Het gaat eigenlijk, en dat is heel plat en onrespectvol gezegd, gaat om geld. Het gaat erom dat het zinvol is om veel geld uit te geven om veel mensen vroeg te herkennen met een ziekte, zodat ze langer gezond zijn en weer geld verdienen. Het gaat om geld, ziektewinst en geldwinst. Als je iets kan doen bij heel veel mensen, dat kost heel veel geld, maar het levert weinig op, levert weinig winst op, dan gaat het niet gebeuren. Dus er is altijd een balans tussen niet te duur, genoeg vinden. Ik zeg nadrukkelijk genoeg, maar niet alles vinden. Dat is de landelijke balans waarom ik dat zou doen. En liefst doe je dan onderzoek wat bijna niks kost. Elk soort kanker, wat elke kanker vindt, en waarvan je ook zeker weet als je niks ziet dat het niet is. Dat is de utopie en helaas is dat niet de werkelijkheid. Enfin, in de eerste ronde, als iemand 50 is, krijgt een oproep, dan worden zo'n 3 tot 4% van de mensen worden doorverwezen. En in de tweede ronde neemt het wat af, want je hebt dan vergelijkend onderzoek, dan kun je een beetje gek kijken, is het nou veranderd of niet. Dan zijn er iets minder vrouwen die doorverwezen worden. Maar van die mensen, die 30, 40 op de 1000, blijkt uiteindelijk maar 7 op de 1000 borstkanker te hebben. Dus ook al word je eruit gepikt bij bevolkingsonderzoek,
Het grootste deel van de vrouwen heeft uiteindelijk geen kanker. Dat is ook weer een geruststellende gedachte. Nog steeds te veel, natuurlijk nog steeds 70.000, maar niet iedereen. En het heeft zin, ja. Het sterftecijfer is sinds dat er gestart is met screenen, is met 16-30% gedaald. Dus het is wel degelijk zinvol ook om te doen. Ontdekken het eerder, of, en dat is daarmee behandelbaar. Goed, dit zijn de manieren. Het grootste deel van de mensen zijn mensen die hebben een hoog risico op borstkanker. Mensen met eierstokkanker in de familie op jonge leeftijd, op borstkanker op jonge leeftijd in de familie. En die krijgen een ander soort screeningsprotocol. Er komt de MRI ook bij. Maar dat zijn meerdere manieren om dat te ontdekken. Goed. Als er nou een verdenking is op borstkanker, hoe doen we dat dan? We hebben het al gehad over mammografie. Dat is bij de screening. Maar mammografie is ook altijd het eerste onderzoek wat te doen. Dat is gewoon goed, het is degelijk en het levert veel informatie op. Wat is het verschil tussen mammografie bij de screening en een onderzoek dat wij doen in het ziekenhuis in het medisch spectrum Twente? Dat is een nieuwe techniek en de heren van de firma die waar we met elkaar bezig zijn, nog steeds zijn. Het heet een tomosynthese. In plaats van dat we gewoon een borst pletten en een plakje maken, maken we een heleboel kleine plakjes. Het is niet hetzelfde als een scan, het werkt ook heel anders, maar je kan daardoor wat meer door de borst heen kijken. Dus ook al bent u bij het bevolkingsonderzoek geweest, is het vaak zo dat wij toch nog een extra foto maken, omdat we daar weer iets andere informatie uit halen. En in dit geval, ik weet niet of u het gezien heeft, komt hier, dat is de borstkanker, die staat te zien. Nou, dan ga ik u meenemen in wat wij doen. Als u geweest bent voor de foto, heeft de mammografie gehad, u bent bij de laborant geweest, de borst is beklemd gezeten, er is een foto gemaakt, dan krijg ik hem te zien. Waar ga ik dan naar kijken? We kijken naar verschillende dingen. We kijken naar een massa. Is er een gezwel te zien in de borst? En als we een gezwel zien, hoe ziet dat gezwel er dan uit? Dit is een mooi voorbeeld van rond, een scherp, een ronde bol. Heel glad. Dit ziet er heel goed aardig uit. Het is een kleine bol. Je ziet hem ook ingezoomd. Deze is iets minder bol, maar nog steeds glad afgrensbaar. En een beetje gelopt en ovaal. Nog steeds is dat heel veel goedaardige kenmerken. Ik zeg bewust goedaardige kenmerken, ook al zie je dit, je weet niet 100% zeker dat het geen kanker is, maar de kans dat het kanker is, is wel veel kleiner. Dus op die manier maken we een inschatting hoe ernstig het is. Dit, ja, dat spat er vanaf. Het is grillig, springerig, dat ziet er ook enger uit van zelf. Dit ziet er echt heel erg uit als borstkanker. Maar goed, niet alleen naar verdichtingen waar we naar zoeken. Er komen heel vaak calcificaties voor in de borst. En een deel van die calcificaties passen of bij een voorstadium van kanker, of bij al wat verdere gevorderde kanker. Dus die kalkjes die zijn heel erg goed te zien op de foto, dat heb ik eerder uitgelegd. Daarom is die mammografie zo waardevol dat je dat heel goed eruit pikt. Er is geen andere techniek die zo gevoelig is voor het opsporen van kalk. Nou, is alle kalk dan gelijk een teken van kwaadaardigheid? Nee, gelukkig niet. Heel veel kalk is uiteindelijk gewoon goedaardig. Zo, al zien we kalk. Als we kalk zien doorgaan, het zit dicht bij elkaar, willen we altijd een stukje weefsel hebben om zeker te weten wat het is. Dat hebben we altijd. Maar heel vaak blijkt het ook nog goedaardig te zijn. Goed. Waar kijken we nog meer naar? Ja. Deze dame, die voelt een knobbel. En voelt die al voor 5 maanden. Wie ziet waar die zit? Dat is duidelijk, denk ik, hè. Ziet hier? Een bol met kalk. Herkenbaar als borstkanker. Een ander voorbeeld. Wie denkt dat het aan deze kant zit? Ik zie nu niet zo'n knol namelijk, het spat er niet vanaf. 1 hand voor deze kant. Een soort stuive zin. Zit wie denkt dat hij aan deze kant zit? En wie weet het niet. Nou, waar wij ook naar kijken, niet alleen naar een knol of naar een massa, we kijken ook naar links-rechtsverschil. En als je dan gaat kijken en je schermt een stukje af, dan zie je opeens dat hij hier aan deze kant, onder in de borst, wat meer weefsel zit dan aan de andere kant. En dit ziet er niet uit als een knol. Het is wat lastig van die foto, het is een meer diffuus groeiend gezwel. Dus een bepaalde vorm van borstkanker doen dat. Ze zijn veel lastiger te herkennen. Het ziet er eigenlijk uit als spierweefsel. Alleen, we vinden het alleen nu toevallig, omdat er een links-rechtsverschil ontstaat. Toevallig is niet helemaal het goede woord, maar dat zijn de dingen waar we op letten. De andere is waar we op letten, is verandering. Het is dezelfde borst, de patiënt is ook. En nu ontstaat, na verloop van tijd, boven in de borst, een stukje wat wat witter wordt, wat denser. Dus hier kijk je echt naar het verschil, hoe was het voorheen en hoe is het nu. Dit is eigenlijk moeilijk. Dit is voor ons ook echt moeilijk. Dit is een patiënt die al borstkanker gehad heeft, is al geopereerd, wordt gewoon gecontroleerd, is ook bestraald.
En door die bestraling en die operatie is er veel littekenweefsel. Er zit wat, ja, wat edeem, wat zwelling van de huid. En dan wordt het een hele lastige foto om te beoordelen. Zit die borstkanker? Echt, weet ik het niet. Ander voorbeeld. Een relatief jonge vrouw. Familia Blas, dus komt, heeft hoog risico. Veel bierweefsel. Zit die borstkanker? Lastig, hè? Eigenlijk weet ik het niet. Het geeft ook aan dat de mammografie is goed, maar het is niet perfect. Van alle 100 foto's die we maken, vinden we een heel groot deel van de patiënten. Van de patiënten met borstkanker. Het heeft een sensitiviteit van 87%. Dus van alle 100 kankers die er zitten in de groep patiënten die we onderzoeken, vinden we er 87. Dat betekent ook dat we er 13 niet vinden. En dat kan zijn omdat ik, als ik naar kijk, een keertje gestoord word en niet oplet. Daar zorgen we altijd voor dat dat wel geconstateerd blijft, maar ook gewoon omdat we het niet kunnen herkennen. Dat de verandering zo subtiel is, omdat het gewoon slecht te zien is. Dus een foto is niet heilig. We missen gewoon borstkanker op een foto. Van alle patiënten met borstkanker, die borstkanker blijken te hebben en die gescreend worden, vinden we van de 7 borstkankers, worden er 4 gewonnen. Omdat je gewoon niet zo perfect gevoelig bent. Dus dat is ook een techniek, er zit gewoon een marge aan. Hoe uiterste best wij ons doen. De beste experts missen gewoon per definitie af en toe een gezwel. Dus cru en heel vervelend, als het me overkomt en het overkomt mij ook soms, vind ik het ontzettend vervelend, maar ik kan er niet niks aan doen. Ik kan mijn uiterste best doen, ik kan niet voorkomen dat ik het af en toe mis. Hoe raar het ook is. Goed, als we iets vinden, op een foto, dan hebben we het alleen gezien, weten we niet wat het is. En weten ook niet helemaal zeker hoe uitgebreid het is. Dus als we het zien op een foto, is altijd de reactie die de volgende stap altijd een echo. Nou, echo heb ik uitgelegd hoe het werkt. Het is heel goed voor weefsel, voor weefdelen. En gaan we kijken. Maar ja, we kijken ernaar. Eigenlijk is het niet heel veel anders dan bij de mammografie. Hier, een zwarte bol. Pikzwart zelfs. Er zit niks in. Heel mooi glad en heel mooi rond. Bij echo is zo zwart, is goed. Dat betekent dat het alleen maar vocht is. Dat is een kieste. Heel veel vrouwen hebben vochtblaasjes, kiestes in de borst. Dat is een goed teken. Als je dit ziet, ben je klaar. Hoef je niet te prikken, is gewoon bedaardig. Dit is weer scherp of grensbaar, maar het is geen vocht, geen kiesten. Het is een beetje gelopt. Afhankelijk van hoe jong je bent, bij hele jonge vrouwen, we zien dit. Zeggen, dit is een goedaardige zwel. Dat zien we heel vaak. Het heet dan een fibroadenoom. Maar als je eenmaal ietsjes ouder wordt, weet je niet 100% zeker dat het goedaardig is. Bij vrouwen boven de 30 gaan we dat toch in prikken, voor de zekerheid. Terwijl de kans dat dit borstkanker is, heel klein is. En bij echo ook kan het gewoon zo'n woest, grillig en eng uitzien. En het is hetzelfde als mammografie. Dit ziet er voor ons heel verdacht uit. Dus hier willen we zeker weten in prikken, zeker weten wat het is. Pas als je de cellen eruit hebt, stukjes weefsel eruit hebt gehaald, kun je dat onder een microscoop laten bekijken. En weet je zeker of het wel of geen borstkanker is. Maar weet je ook gelijk wat voor soort borstkanker het is. En dat heeft gevolgen voor het soort behandeling wat dan gekozen wordt. Als we iets zien in de borst, is eigenlijk een instinctmatige reactie inmiddels dat we ook zoeken in de oksel. Want borstkanker, dat zaait de snelste uit, als eerste uit naar de oksel. En als de chirurg al weet, de behandelaar al weet, dat het in de oksel zit, is dat weer, geeft het daarmee gelijk al de richting voor de behandeling. Dit is een lymfeklier. Zo'n soort koffieboon, lijkt een beetje op de nier die we erin zagen. Een beetje dezelfde boomvorm. En dit is het klierweefsel, en hier zit een soort vettig centrum. Dus de klier is opeens niet per se heel erg groot. Maar je ziet, we kijken dan naar, onder andere naar de vorm, wordt die heel bol. En wordt dat donker, wordt dat heel dik. En soms als die cortex, die rand, als die maar een beetje dikker is dan wat we normaal vinden, prikken we erin om, als je van tevoren weet dat het is uitgezaaid naar de oksel, krijg je een ander soort behandeling. Dus op die manier proberen wij zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat de chirurg of de oncoloog de beste behandeling kan geven. Nou, het voordeel ook van echo, heb ik al eerder gezegd, is dat we kunnen prikken. Je ziet een bewegend beeldje en dat witte streepje wat in het gezwel gaat, is echt een naald. Het voordeel hiervan is dat je 100% zeker weet dat je celletjes hebt, weefsel hebt uit de goede plek. Mocht je nou knobbel voelen en dan vinden we het er een beetje eng uitzien, we prikken erin en het komt uit dat het toch goed aardig is. Omdat we het gezien hebben waar we het vandaan halen, weten we heel zeker dat het dan toch goed aardig is. En als we echt twijfels hebben, prikken we nog een keer. Voor de zekerheid, maar we hebben heel veel zekerheid dat we wel vanuit de goede plek het weefsel hebben kunnen halen. Het probleem is dat die kalk waar ik het over had, wat kan passen bij borstkanker of een voorstelling van borstkanker, vaak met echo niet te zien is.
Dus als, maar dan wil je nog steeds weten wat het is. Dan hebben we een techniek, dat is dan een stereotaxie heet dat. Het gaat met een röntgentafel, dus met röntgenstralen, kunnen we dan de naald sturen naar de plek waar de kalk zit. En kunnen we daarmee kunnen we het stukjes weefsel uit de borst halen en zeker weten dat de goede plek met de kalkjes hebben geprikt. Goed, en als we het dan niet weten, wat dan? Ja, dan kan je twee dingen doen. Als je het eigenlijk denkt van, nou, ik verwacht dat het niks is, de kans dat het kwaadaardig is. We hebben van alles gedaan, we hebben niet goed, we hebben eigenlijk geen aanwijzing, geen zekere aanwijzing van borstkanker is, dan kan je ervoor kiezen om te vervolgen. En zoals ik al zei, borstkanker groeit eigenlijk best wel langzaam. Dus je een paar maanden overbruggen van iets wat maar klein is, is eigenlijk een hele veilige en verantwoordelijke keuze. Tenzij we het te verdacht vinden. En als we het wel verdacht vinden, of het is een patiënt die een hoog risico heeft op het bekrijgen van borstkanker, en we zien het niet zeker, dan zouden we bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een MRI. Nou, MRI is fantastisch. Dat heb ik een paar keer gezegd, een beetje de motto van de avond volgens mij. Dat stond ook op internet, zag ik al. Ik chargeer het een beetje, ik overdrijf het een beetje, maar ik ben wel oprecht enthousiast over MRI. De MRI geeft weefselzekerheid, zegt iets over het type weefsel. Deze witte rondjes, dat is weer vocht. Dit zijn vochtblaasjes, dat is gewoon goed aardig. En als er, maar goed, dat is voor ons heel goed om te weten. Borstkanker kunnen we heel erg goed zien met MRI. MRI is de techniek met de hoogste gevoeligheid voor het opsporen van borstkanker. Met MRI, en die studies lopen een beetje uiteen, vinden we tussen de 97 en de 100 van alle 100 patiënten met kanker zien. Maar hoe komt het nou dat we het zien? Als een gezwel gaat groeien, hè, dus een kankercel groeit snel en die heeft ook veel energie nodig om te kunnen groeien. Dat is de reden dat met de nucleaire die cyberscans kan maken. Maar op een gegeven moment heeft hij ook meer bloed nodig. Dus die kankergezwelletjes gaan stofjes aanmaken, waardoor er meer bloedvaten komen. En die bloedvaten gaan ook een beetje lekken. Dat zijn niet de hele goed gevormde bloedvaten. En daar maken we gebruik van. We geven dan een contrast, dat spuit in de bloedbaan. En dat komt dan terecht in de borst. En dat is een plek waar borstkanker zit. Daar zitten meer vaatjes. En dan willen we kijken naar het verschil in aankleuring, zodat het contrast aankomt tussen normaal klierweefsel en een gezwel. En bij zo'n gezwel komt het sneller aan en kleurt het ook meer aan. Maar daarom doen we het wel, de scan doen we eigenlijk al maar een bepaald deel van de cyclus, als iemand nog een cyclus heeft. Want als je in de eerste twee weken heeft, is het borstklierweefsel niet zo door bloed. Dat neemt daarna toe. Dus hoe vroeger je zit in die cyclus, hoe groter het verschil is tussen de doorbloeding van een kankercel, een kankergezwel en normaal klierweefsel. Dus op die manier proberen we het zo de gevoeligheid van MRI ook zo goed mogelijk te houden. Nou, bij MRI kijken we eigenlijk weer naar dezelfde dingen als we naar de echo of mammografie kijken, naar de vorm. Dit zijn allemaal voorbeelden van grillige gezwellen. En dat spat eraf. Maar het is niet altijd echt een gezwel. Soms is het ook een beetje een gebied van aankleuring. En wat is nu hierbij, welke van deze drie is nou de kanker? Ze zijn allemaal verdacht, maar eentje bleek kanker te zijn. Nu nog één. Hier zie je niets van ringvormige aankleuring. Dit is dan weer goedkoop, goed aardig. Maar het tweede plaatje. Heel klein dingetje, 4 mm. Hoe kun je nou zeggen of een klein dingetje van 4 mm borstkanker is of niet? Nou, dat is het mooie van de MRI. Wat we kunnen doen, we geven contrast. Dan gaan we gewoon heel snel meten, heel veel scans maken. We scannen de borsten elke 5, 6, 7 seconden. En dan kun je dus zien hoe snel het contrast aankomt. En als je dan een kwaadaardig gezwel bij dezelfde patiënt toevallig bekijkt, zie je dat het contrast aankomt. En wat ik vertelde, je bloeddoorbloeding is goed. Dan zie je het heel snel omhoog gaan. Het is een kleine dingetje. Is die doorbloeding veel minder, dan komt het rustig aan kabbelen. Het is een teken van goedaardigheid. Dus dit bleef een patiënt met aan de ene kant echt een duidelijk kwaadaardige tumor. En dat kleine dingetje konden we afgeven als jongens, dit is goedaardig, puur op dat patroon. Nou, helaas is er geen 100% zekerheid. Dus als je een patiënt hebt met borstkanker ergens in de borst, en je ziet één klein stukje met aankleuring op ergens anders in de borst, dan willen we daar toch weefsel van hebben. Ook al heeft het heel veel goedaardige kenmerken, maar op het moment dat het op twee plekken in de borst zit, bepaalt dat de behandeling. Dus dan willen we dat wel gaan weten. Is het nou zo perfect? Dit is wel een lastige. Dit is een patiënt met heel veel van die kiestes. Er zijn vaak wat meer de bloeden en klierrijke borsten, waar heel veel klierweefsel in zit. Er zit heel veel aankleuring. Dan wordt het heel lastig om daar borstkanker in te herkennen. Andere, drie gebieden van aankleuring. Wat is nou degene met borstkanker? Je ziet drie keer aankleuring, drie keer worden we allemaal rustig, maar het gaat maar om één kanker. En als we gaan prikken, of dat ze in leven brengen, we geven iets af als verdachte, creëren we heel veel onrust bij de patiënt, heel veel spanning en dat soort dingen. En het lastige van MRI, we zijn wel super gevoelig, maar er is heel veel overlap tussen aankleuring die goedaardig zijn
En ook alleen in de kanker is het wel. Dus we vinden veel meer dan alleen de kanker. We vinden ook heel veel goedaardige dingen. Dat maakt het zo lastig. Nou, wat voorbeelden. Het laat zien hoe gevoelig MRI is. Dit is een patiënt. Er zit, hebben we gevonden, wel al kanker gevonden. En dat is hier te zien. En gaan we een scan maken. Blijkt in die hele borst, overal plekken zitten met borstkanker. Als op basis van de foto, nooit kunnen zeggen. Niet afgegeven. Dus dit heeft consequenties. Dit is een veel patiënt krijgt chemotherapie en dat soort dingen allemaal. Of je krijgt een ander soort operatie. Door dit te weten, kan je veel betere behandelingen zetten. Nog een voorbeeld. Hier is ook nog eens wel. Nou, maak een serie, dan zie je hem een beetje doorschemeren als je geen contrast geeft. Je hem hier al, geef een contrast. Boem, gaat het licht aan. Dan zie je het kanker is er al. Alleen ook bij deze patiënt helaas heel vervelend, maar veel uitgebreider dan we op basis van de foto's hadden gezien en gedacht. Ander voorbeeld, deze patiënt met dat litteken, die je net al zien, we weten niet zeker. Het mooie is, MRI is bij patiënten die geopereerd zijn, bij littekenweefsel, supergoed. Want als er geen aantoning is, is de kans dat borstkanker is. Nul. Nou, hier hebben we gescand. Het probleem is als je dan een echo maakt, dat echo van litteken weet. Litteken is ook grillig. Dus ook echo ziet het altijd heel eng uit. Dan weet je nog niet waar je naar kijkt. Dus daar is MRI dan heel behulpzaam voor. Als het zoveel littekenweefsel is. En we bleken, de andere kant dachten we normaal te vinden, bleek de patiënt in twee plekken in allebei de borstkanker te hebben. Dus MRI heeft echt hier veel meer ziekte aangetoond dan we van tevoren dachten. Andere patiënt. Dan zien we een kleine verandering optreden, helemaal tegen de achterkant van de borst. Is het littekenweefsel? Een patiënt is ooit geopereerd, dat is het borstkanker. Verder eigenlijk aan die foto is die gewoon hetzelfde als die daarvoor ook was. De MRI, we zien precies waar het om gaat. Dat stukje van waar die spier een beetje opgetrokken wordt en er zit geen aankleuring. Dus dit is goed. Top. Helaas, aan de andere kant, wat ik niet gezien op de foto, bleek ze toch nog een borstkanker te hebben. En waarom laat ik het allemaal zien? Nog voorbeeld, nog trouwens een andere plek in de eerste borst ook. Waarom laat ik het zien? Want eigenlijk, als je dit zo ziet, denk je, waarom doen we niet bij iedereen MRI? En waarom doen we niet bij iedereen een MRI? Als je denkt aan borstkanker. En gevoelsmatig aan de ene kant, zou ik zeggen, ja tuurlijk. Doen, want je ziet er af en toe, regelmatig zie je meer uitgebreide kanker dan op basis van een foto. Maar het rare is wat blijkt, dat mensen niet vaak, niet eerder doodgaan als je geen MRI doet. De overleving van patiënten die geen MRI krijgen, is net zo goed als ze wel een MRI krijgen. Bij de meeste groepen in ieder geval. En dat komt dat de behandeling van borstkanker is zo goed geworden, dat de chirurg die opereert wel een deel, maar dat wat er omheen zit, wordt met chemotherapie, met bestraling, worden we eigenlijk de hele borst wel behandeld. Dus ook al zien we dat het uitgebreider blijkt, is uiteindelijk wordt het toch bijna altijd goed behandeld. Dus daarmee is, en het probleem is ook, als je bij iedereen die MRI gaat doen, het aantal patiënten, ik heb het geprobeerd te overdrijven met heel veel een aantal van die voorbeelden. Als je bij iedereen van tevoren een MRI doet, zijn er maar een paar patiënten waar je een verschil maakt. En terwijl bij van die paar patiënten maakt het ook heel vaak niet per se iets uit over het totale ziektebeloop. Dus hoef je niet bij iedereen een MRI te doen. We selecteren en dan spreken we af in de teams waarmee we werken. Is dit een patiënt waar het zinvol is om een MRI te doen? En dan kan het zijn dat het heel veel kierweefsel is, omdat die een deel jong is bijvoorbeeld, of een bepaald type kanker. Dan wil je wel een MRI doen, maar bij de meeste mensen is het helemaal niet nodig. Ook al is dit de meest gevoelige techniek die we hebben. Fijne avond, goeie resten. En als we het zien met MRI, wat we eigenlijk doen, als we iets zien en weten niet wat het is, willen we ook daarvan weefsel hebben. En wat we dan altijd gaan terug naar de echo, gaan we alsnog proberen met echo te prikken. En het gekke is, dat dingetjes die waar je nooit over zou vallen met echo, in eerste instantie, op het moment dat je weet hoe het precies zit, zit je de rest ziet bij de echo op met de MRI, en waar het precies zit, dan kan het heel subtiel zijn, en dan vind je het bijna altijd alsnog. Maar als we het dan niet vinden, hebben we ook in het ziekenhuis een methode, dat we een soort speciale houding houden, waardoor we ook MRI gelijk kunnen prikken. Dus kunnen we precies met MRI zien waar het zit. Een naald erin brengen en dan krijgen we het weefsel. Dus, dat is eigenlijk de afronding van mijn verhaal. Hoe ontdekken we het? Nou, mensen, we doen mammografie, dat het goedkoop is en gevoelig. We vinden die kalk heel mooi. We doen altijd een echo, dan kun je precies zien waar het zit, ook als je iets voelt. En we gaan, als een mevrouw iets voelt, gaan we altijd een echo maken om even zeker te weten op die plek specifiek wel of niet iets zit. Als je twijfelt, maak een MRI, dat is wel het duurste onderzoek. Het is super gevoelig. Maar heeft maar een bepaald deel van de mensen heeft dat echt toegevoegde waarde om te gaan scannen. Nou, dat was mijn verhaal voor nu. Nucleaire geneeskunde bij borstkanker. Waar de radiologie met name wordt ingezet voor het ontdekken van
de kanker in de borst, doen wij dat eigenlijk niet. Wij gaan op zoek naar uitzaaiingen. En borstkanker zaait met name uit, hetzij via de lymfebanen in de lymfeklieren, hetzij via de bloedbaan. En daar hebben we wat verschillende technieken voor. Zoals ik net heb uitgelegd, we hebben dus twee soorten technieken, de gammacamera en de PET-camera. En er zijn eigenlijk bij borstkanker twee soorten technieken die we inzetten met een gammacamera. Dat is de schildwachtklier of de poortwachterklierprocedure. Daar heeft u vast ook wel van gehoord. Daar ga ik zo meteen wat over uitleggen. En we bepalen de hartfunctie bij patiënten die bepaalde soort chemotherapieën krijgen. Waarbij de hartfunctie kan dalen tijdens die therapie. Dat wil je op tijd weten, want dan kun je ingrijpen. Nou, is dat onderzoek niet zo heel spannend, dus dat laat ik achterwege. Maar de schildwachtklierprocedure, of sentinelprocedure. We hebben in het lichaam eigenlijk een heleboel lymfebanen. Overal, die verzamelen zich in wat lymfeklieren, in de lies, in de oksel bijvoorbeeld. En op die manier worden eigenlijk de afvalstoffen van het lichaam wordt op die manier afgevoerd. Het is niet zoals bij de bloedsomloop dat er een pompend hart achter zit. Dus de lymfebanen en de lymfevloeistof vloeit wel, maar heel langzaam. En dat is ook waar we met onze techniek nou, gebruik van maken, maar soms ook wel last van hebben. Dat het zo langzaam gaat. Hoe zit het? We hebben een kankergestel in de borst. Die maakt dus gebruik van een lymfebaantje naar een klier in de oksel. En geeft daar zo zijn uitzaaiing af. Dat zie je hier ook nog op dit schematische plaatje. Dit is het kankergestel, lymfebaantje, en dat gaat dan naar de klier in de oksel. En wat we doen is dat we een radioactieve stof rondom of in de buurt van dat borstgestel, dat kankergestel, injecteren. Dat wordt opgenomen in die lymfebanen, heel specifiek. En dat wordt dan getransporteerd via het lymfebaantje naar de oksel toe of ook naar andere plekken toe. Dat zal ik zo meteen ook laten zien. Maar in wezen naar de oksel, naar de eerste lymfeklier die op deze tumor, die in verbinding staat met deze tumor. En waarom doen we dat? Ongeveer 20 jaar geleden werden patiënten met borstkanker behandeld. Dat niet alleen het gestel in de borst verwijderd werd of behandeld werd, maar dan werden ook alle lymfeklieren uit die oksel werden weggenomen. Want er zouden uitzaaiingen in kunnen zitten. Nou, met al gevolgen van dien, want ik denk dat we de voorbeelden ook wel kennen van vrouwen die enorm dikke armen hadden daardoor. En je verstoort natuurlijk wel de anatomie en ook die afvloed van die lymfe. De sentinelprocedure is er voor bedoeld dat we maar één lymfeklier weghalen. We markeren dat dan op de huid waar we die lymfeklier vinden. Dan weet de chirurg waar hij een sneetje moet maken. Die vindt hem, die haalt hem eruit en we sturen dat naar de afdeling pathologie. En er wordt onder de microscoop gekeken of daar kwaadaardige cellen in zitten of niet. En het is dus gebleken dat als deze eerste lymfeklier die in verbinding staat met de tumor, als daar geen uitzaaiingen in zitten, dan hoeven we ook niet bang te zijn dat al die andere lymfeklieren die elders in de oksel zitten, ook uitzaaiingen bevatten. Dus dat is eigenlijk een hele mooie techniek. Je hebt soms maar één of twee klieren nodig en dan weet je of je wel of geen uitzaaiingen hebben. Wat we ook nog kunnen doen, omdat we het radioactief hebben gemaakt, is het voor de chirurg, want die lymfeklieren zijn echt ontzettend klein, best lastig te vinden. Hè. We hebben het dan wel op de huid gemarkeerd, dus hij weet waar hij het sneetje moet maken. Maar vervolgens weet hij niet precies hoe diep die graven moet. Dan hebben we een gammaprobe. Dat is een apparaatje wat radioactieve straling omzet in geluid. Dus door middel van het geluid weten wij of wij bij deze lymfeklier zit wat die radioactiviteit heeft. En deze andere lymfeklieren nemen geen, of die maken geen geluid, want die hebben niet die radioactiviteit opgenomen. Dus dit is een beetje hoe het werkt. Dit is wat wij zien. Dit is dat depotje, dus die radioactieve stof die we dan rondom de tumor hebben geïnjecteerd. Dit is dus niet de tumor zelf, de kankergestel. En dit is de eerste lymfeklier die in verbinding staat met de tumor. En hier zie je dat eigenlijk ook heel mooi. Ook lymfebaantjes zijn structuren in het lichaam die echt maar een aantal millimeters dik zijn, nou nog niet eens.
En toch kunnen we dat soms gewoon echt heel mooi zien. Maar heel vaak zien we het ook niet hoor. Dan zien we gewoon zo'n beeld dat je één klier in de oksel ziet. Soms zie je de twee verschijnen. En omdat je niet weet, kijk hier zie je dus geen lymfebaantje naartoe stromen, weet je niet helemaal zeker of deze nou in verbinding staat met die, of dat er nog weer een apart lymfebaantje is. Dus in dit geval nemen we gewoon twee lymfeklieren, tekenen we af en dan haalt de chirurg er twee uit. En dat is nog altijd beter dan al die lymfeklieren. Dit geval is anders, want als je goed kijkt, zit hier een lymfebaantje lopen. Dat gaat dus naar deze eerste klier, de poortwachterklier. Maar hier ziet hij ook een baantje lopen en hier ziet hij een baantje lopen. En de activiteit wordt ook steeds minder, hè, want het wordt minder zwart. We weten, deze twee lymfeklieren staan niet in verbinding met, met het kankergezwel, dus die nemen we er ook niet uit. We nemen alleen deze, die heel zwart is, eruit, omdat we hier heel duidelijk een baantje zien. Nou, zo maken we een beetje een beslissing. We hebben niet alleen één richting van voren, maar ook van opzij. En dat helpt ons soms. Want hier zie je bijvoorbeeld dan weer dat depot. Hier zie je dan die poortwachtersklier. Hier zie je een baantje naartoe lopen. Dan zie je hier wat gerommel. En je zou toch kunnen denken dat dat bijvoorbeeld die andere lymfeklieren in de oksel zijn, hè, op deze opname. Maar als je dan van voren kijkt, zie je dat deze haartjes hier, het zijn ook die haartjes daar. En dit zit niet in de oksel, dat weten we gewoon. We hebben gelukkig ook, zoals ik al aangaf, dat we onze technieken met de radiologische technieken kunnen combineren. Dan maken we er ook een CT bij. En dan hebben we dus ook de anatomie in beeld. En dan zien we hier lymfeklier in de oksel. Dat is deze zwarte haart. Zwarte stip. En dit is deze haart. En dat zit naast de borstbeen. En dat maakt natuurlijk wel uit. Want dit kan wel ook een uitzaai, daar kunnen uitzaaien in zitten. En dat wil de chirurg wel weten, want het is op een andere plek dan dat je het verwacht. Dus dan zal de chirurg daar wel op afgaan. Dus op die manier proberen we eigenlijk de chirurg een beetje een hulpmiddel te geven voor de beste behandeling van de patiënt. De PET-camera, eigenlijk bestaan daar nu op dit moment drie soorten scans voor. Suikerscan heb ik net ook al wat voorbeelden van laten zien. We doen alle, dus de PET-scans eigenlijk allemaal op zoek naar uitzaaiingen. En de suikerscan is daar eigenlijk gewoon heel gevoelig voor, wordt dus vaak gebruikt, is al lang in gebruik. Maar ik wil u toch ook twee scans laten zien waarbij ik vooral bij de oestrogeenscan echt gewoon heel verwachtingsvol ben. Het is een hele nieuwe techniek, bestaat nou hooguit 5 jaar. Denk ik. Maar het is wel heel mooi waar we, denk ik, in de toekomst gewoon echt van betekenis kunnen zijn. De hersentinscan, dat wil ik even uit te leggen. Verschillende borstkankers hebben verschillende soorten types. Dus wat we met deze scans proberen te doen, is elk type borstkanker zichtbaar te maken. De suikerscan is eigenlijk een scan voor, nou ja, algemeen, voor heel veel soorten kankers, dus ook voor heel veel soorten borstkankers. De oestrogeenscan is, oestrogeen is het vrouwelijk geslachtshormoon. Sommige borstkankers die hebben daar een hele verhoogde expressie van. En die kunnen we dus zichtbaar maken met deze scan. Een andere type soort borstkanker is de HER2. Moet je een beetje vergeten, maar die kan behandeld worden met Herceptin, dat is een medicijn. En daar kun je ook een scan van maken. Hier even wat voorbeelden. Dit is dus een scan van suikerscan. Primair dus niet gericht om alleen de borstkanker in beeld te brengen, maar deze patiënt had, nou ja, geluk. Is eigenlijk alleen in de borst de afwijking te zien, de kanker te zien en verder van het lichaam zijn geen uitzaaiingen te zien. Deze patiënt had iets minder geluk, want die had allemaal uitzaaiingen in lymfeklieren in de oksel. Maar wel goed behandelen, denk ik. En deze patiënt, dat is natuurlijk dramatisch. Het zit gewoon vol met uitzaaiingen. Dit is in de borst zelf, waarbij het hele gebied rondom de borst en de huid helemaal mee reageert. Lymfekliermetastase of uitzaaiingen in de oksel. In de botten, dus de bovenarm, in de rug. Nou, dat is niet zo prettig. De oestrogeenscan, zoals ik al zeg, hier ziet u ook weer hoe dat verschilt van bijvoorbeeld de suikerscan.
De lever heeft blijkbaar heel veel oestrogeenreceptoren, want dat is hoe de scan reageert, waarom die activiteit wordt opgenomen. De darmen schijnbaar ook, hebben ook heel veel van het vrouwelijke geslachtshormoon, daar receptoren voor. Het wordt weer uitgescheiden via de nieren en de blaas, want dit is een normale scan, dus even voor uw beeld. En op die manier maken we dus uitzaaiingen zichtbaar die gevoelig zijn voor hormoontherapie. Dus deze uitzaaiingen kunnen behandeld worden met een medicijn dat tegen die oestrogenen werkt. En zo zien we dat dan ook. Net zoals wat we met de suikerscan kunnen, kunnen we dan dus ook met die oestrogeenscan. Dat is dat we kunnen monitoren of de therapie ook daadwerkelijk aansluit. En nou, deze worden kleiner, deze uitzaaiingen, maar deze uitzaaiingen in de longen, die zijn eigenlijk zo goed als verdwenen. Ik word hier heel enthousiast van, want ik denk echt dat de nucleaire geneeskunde richting deze kant op gaat. Dat we gewoon heel specifiek kunnen zeggen, niet alleen waar de kanker zich bevindt, maar ook hoe het zal reageren op therapie. Een iets lastige scan is dus die hersen-tin-scan. Maar ik wil hem toch laten zien. Maar hier lopen allemaal studies naar. Lastiger is het omdat het een immunotherapie is. Nou, ingewikkeld woord. Maar ook hier... Hierbij probeer je natuurlijk uitzaaiingen zichtbaar te maken. En je ziet dat bij deze patiënt eigenlijk maar een deel van de, uitzaaiingen zichtbaar zijn met de hersen-tin-scan. Dus je weet ook bij deze patiënt, als je het medicijn hersen-tin geeft, dat alleen deze uitzaaiingen zullen reageren. Hier zit er ook nog een. Maar bijvoorbeeld deze hier in de oksel, links, die zullen eigenlijk niet reageren. En zo proberen we meer af te stemmen over welke therapie we nou moeten geven. Laatste voorbeeld. Dit is een suikerscan. Het is dezelfde patiënt. Suikerscan. En je ziet hier wat opname. Weet je wat? Ja, wat zwarte vlekjes. Zijn het uitzaaiingen? Het knalt er niet zo uit als die vorige scans die ik heb laten zien. Je weet het gewoon niet helemaal zeker. Het kan ook nog echt nog wel wat anders zijn. Maar dan maak je een oestrogeenscan. En dan zie je gewoon allemaal uitzaaiingen. Dus bij deze patiënt weet je, hier kun je heel goed die hormoontherapie geven. Deze scan, dus de hersen-tin-scan, is eigenlijk, zie je helemaal niks. Maar dat wil niet zeggen dat die uitzaaiingen er niet zijn. Het wil alleen zeggen dat je hier voor deze patiënt dus niet het medicijn hersen-tin hoeft te geven. En dat heeft als voordeel dat je dus ook niet de bijwerkingen van toch wel die nare medicijnen krijgt. Dus ja. Dit is echt de toekomst van de nucleaire geneeskunde. We willen steeds meer toe naar meer een therapie op maat voor u als patiënt. En ik denk echt dat de nucleaire geneeskunde, ondanks dat het allemaal nog in ontwikkeling is, dat we daar echt meer van gaan horen. Dat we daar echt aan kunnen bijdragen. Dan wens ik u nog een stralende avond toe.